Goedemorgen iedereen, hartelijk welkom. Twee weken geleden heeft de minister de begroting en de beleidsbrief toegelicht. Dus vandaag wordt de bespreking geopend. Nu, de voorbije jaren werden de tussenkomsten altijd gegroepeerd per fractie. Dus ik stel voor dat we deze werkwijze ook vandaag gaan hanteren. Als dat voor jullie goed is, zou ik wel starten met de CD&V-fractie, omdat collega Christiaans nog in de commissie wonen ook haar tussenkomsten moet doen. Dus als iedereen daarmee akkoord is, dan laat ik hen eerst aan het woord. Dank u wel. Collega Christiaans, u mag van start. Ik zal het voorprogramma spelen voor collega Christiaans. Het is een grote eer om te mogen beginnen en dan nog als voorprogramma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, ik wil ook de minister bedanken voor de beleidsbrief en de toelichting daaromtrent. Er zitten heel wat relevante informatie en cijfers in die beleidsbrief. En ik heb moeten vaststellen bij de voorbereiding van vandaag dat die uiteraard aanleiding geven tot heel veel vragen. Dus ik verontschuldig mij op voorhand en ik heb mijn best gedaan om al wat te selecteren. Misschien eerst algemeen, bij de omgevingsanalyse in uw beleidsbrief viel het mij op dat we misschien wat te bescheiden zijn. In die zin dat u regelmatig vergelijkt, bijvoorbeeld bij de analyse van de BBP-evolutie, met de andere gewesten, met het EU-gemiddelde. En ik kom maar in één passage eigenlijk bij een vergelijking waar ik vind dat we ons moeten vergelijken, namelijk bij waar u het geeft over het Regional Innovation Scoreboard, waarbij we ons vergelijken met andere regio's in Europa waar we bij de topgroep van innovatieleiders zijn ingedeeld. Ik hoop eigenlijk dat u ons wat meer informatie nog kan geven over hoe dat we op andere parameters, en dat hoeft niet alleen vandaag te zijn, maar ook later, ons verhouden tot die andere Europese topregio's. Dat was de kern van de doelstelling van Vlaanderen in actie van een aantal jaar terug. En ik denk dat dat de ambitie moet zijn voor Vlaanderen. Niet om de beste te zijn van de deelstaten van België, want dat weten we dat we dat kunnen. Niet om beter te doen dan het EU-gemiddelde, want dat zou toch wel het minste moeten zijn. Nee, we moeten ons vergelijken met andere Europese regio's die het op sociaal-economisch vlak goed doen. En dus dat is alvast een oproep om op dat vlak ambitieus te zijn in de manier waarop we ons gaan benchmarken. Dan kom ik bij een aantal andere niet onbelangrijke cijfers in zaken werk, waar we vandaag nog Fons Terwouw op de radio gehoord hebben met een inspanning richting werkgevers. Onze arbeidsmarkt is heel snel aan het veranderen. Een aantal weken terug was er nog het debat over full employment, wat in Duitsland naar voren werd geschoven als thema. En ook de federale minister van Werk zag daar een goede beleidsdoelstelling in. En ik denk dat we inderdaad dat als Vlaanderen moeten omarmen als doelstelling. Full employment moet mogelijk zijn in de komende jaren, gezien de demografische evolutie en de evolutie van onze economie. Maar er is nog werk aan. We hebben gisteren nog even op de VDAB-website gekeken. En als we kijken naar het aantal vacatures waarbij geen enkel diploma vereist is. Zonder diploma vereist, dan zijn er 45.263 jobs die op dat moment openstaan. Hopelijk zijn er nu alweer wat minder en zijn die vacatures ingevuld. En tegelijk zijn er 170.000 laag- en middengescholden bij onze werkzoekenden. Dus dat duidt nog altijd op een heel grote mismatch op onze arbeidsmarkt. U probeert daar heel wat aan te doen. Uw beleidsbrief staat bol van initiatieven daaromtrent. Maar hier en daar, denk ik, moeten we nog een tandje bijsteken. En dat beseft ook de VDAB met het actieplan dat is aangekondigd rond arbeidskrachten. Met een snellere screening en doorverwijzing van werkzoekenden, meer opleiding uit te besteden, meer mobiele opleidingen voor werkzoekenden en openstaande vacatures. Ik had graag van u gehoord wat dan echt het verschil gaat zijn op dat vlak. We gaan naar een betere screening, een snellere en efficiëntere doorverwijzing, meer scholing. Maar op welke punten wil u echt het verschil maken met het beleid van de voorbije 8 jaar? Want u bent ondertussen 8 jaar minister van Werk. En de situatie op onze arbeidsmarkt is natuurlijk niet nieuw. Dus ik had graag van u eens gehoord waar u echt hoopt het komende jaar met dat actieplan het verschil te gaan maken.
VDAB zegt, en in uw beleidsbrief dan toch, we hebben 20 miljoen vacature matchings uitgevoerd in de eerste jaarhelft van 2017. Dat is een indrukwekkend cijfer, maar dat verbergt denk ik ook wel een aantal andere zaken. Het is anekdotisch natuurlijk, een DC-checkbedrijf die vacature had en die kregen 200 matchings. 200 matchings, dat is flink bedrag, flink aantal, een deeltje van die 20 miljoen. Uiteindelijk komen er 3 kandidaten op gesprek. En dus 20 miljoen matchings is natuurlijk geen garantie op succes. En dat maatwerk en dat vacaturegericht opleiden, dat is echt wel noodzakelijk om van een succes te spreken. Iets wat ik miste in uw beleidsbrief, als het gaat over werk en de matching van vraag en aanbod, is het woordje of het letterwoordje KMO. U schudt van nee, dus dat is geruststellend. En ik hoorde Fons Terwaa vanmorgen wel verwijzen naar kleine ondernemingen. Ik denk dat dat heel terecht is. KMO's moeten een belangrijke bezorgdheid zijn in uw beleid rond de matching van vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt. We weten dat KMO's, als het gaat over HR-beleid, niet altijd de middelen hebben van grote bedrijven. En ik denk dat VDAB daar een belangrijke taak heeft om die KMO's in eerste instantie te gaan ondersteunen. Het stond niet in uw beleidsbrief, maar ik begrijp uiteraard en hoop uiteraard dat VDAB daar verder op wil gaan inzetten. Ook daaromtrent graag wat uitleg. Pagina 37 van uw beleidsbrief heeft u het over de sectorale sturing. En er zijn 6 sectoren, brede sectoren, geselecteerd. Ik had graag wat uitleg gehad over die selectie en wat dat betekent voor de sectoren die daarnaast vallen. Op welke manier is die sectorale sturing vormgegeven? Op welke manier kunnen sectoren input geven ten aanzien van het beleid van VDAB in deze? En wat met die sectoren, wat met die groepen van bedrijven die naast die selectie zijn gevallen? Kom ik bij een paradepaardje, denk ik, van deze regering. Dat is de uitbouw van duaal leren. Bijzonder belangrijk project. We staan daar 100% achter. Er is al heel wat werk verzet. Voor heel wat mensen op het terrein betekent dat dat men grenzen moet verleggen, dingen moet gaan doen op een andere manier dan men het ooit is gewend geweest. En dat is natuurlijk niet evident. Dus u en uw collega Krevits leveren daar baanbrekend werk. Sintra Vlaanderen heeft op dat vlak een belangrijke rol. Maar ik maak mij wel zorgen om twee elementen. Sintra Vlaanderen leeft zich ten volle in de regisseursrol die ze nu heeft in zaken duaal leren. Maar ze stoot haar andere opdrachten af. Ze stoot, staat letterlijk zo in uw beleidsbrief, hè, dus de andere taken die ze heeft worden overgenomen door de Sintra's, die daar geen financiering voor krijgen. Geen financiering voor krijgen. Tegelijk, met het wegvallen van de verplichting voor het attest bedrijfsbeheer, valt een deel van de markt van de Sintra weg. Dus de financiële basis wordt aan twee kanten eigenlijk een stukje onderuit gehaald van die 5 VZW's. En, derde element, en dan kom ik terug bij duaal leren. Duaal leren wordt opgebouwd vanuit de bestaande stelsels van deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd. De leertijd is uw verantwoordelijkheid als minister, maar komt niet voor in uw beleidsbrief. Nu, ik weet wel dat de cijfers met betrekking tot de leertijd dramatisch zijn. De basis waarop we ons duaal leren willen gaan bouwen, of een van de basis waarop we ons duaal leren gaan bouwen, is aan een sneltreintempo aan het eroderen, meneer de minister. We hebben er al vaak over gediscussieerd de voorbije 8 jaar over de positie van de leertijd in deeltijds leren en werken. En ik wil u echt oproepen om hier aandacht en middelen voor vrij te maken. Anders is die basis weggeërodeerd voor we duaal leren effectief kunnen uitrollen. Er zijn campussen die sluiten, er zijn lesgevers die verdwijnen. En dat zijn allemaal cruciale ingrediënten om van het duaal leren straks een succes te gaan maken. Dat zijn mensen die op het terrein ervaring hebben met wat u voor ogen heeft, wat u samen met uw collega Krevits voor ogen heeft. En als we er niet op letten dat die basis er is, dan kunnen we ook moeilijk gaan bouwen richting een succesvol systeem van duaal leren. Dan kom ik... ik ga proberen wat sneller te gaan. Dan ga ik naar een ander belangrijk element.
het bereik van VDAB, zowel ten aanzien van jongeren, maar ook ten aanzien van andere doelgroepen. We hebben de vluchtelingen, dat is een één doelgroep die ik even wil uitlichten, waar er 18.000, iets meer dan 18.000 zijn binnengekomen. VDAB kent er 5.000 van. Dat wil dus zeggen dat er 13.000 mensen die hier asiel hebben gekregen, niet onder de aandacht zijn gekomen van VDAB, ondanks de inspanning die er zijn gebeurd. De vraag is, wat kunnen we doen om die doelgroep alsnog te gaan bereiken? Worden er extra inspanningen in deze voorzien? Tweede doelgroep waar ik even wil op focussen zijn de jongeren. En meer bepaald de NEET-jongeren. U schrijft, we hebben 92% bereik in die doelgroep. Dat is goed, dat is sterk. Maar dat is natuurlijk een cijfer dat ook een andere realiteit kan verbergen. Er is een GIVA-studie geweest over het bereik van de jongeren. En ja, volgens de definitie van VDAB, die een stuk minder strikt is dan die van Europa, bereiken we 92% van de jongeren. Maar als we de Europese definitie gaan bereiken, bereiken we 45% van de laaggeschoolde jongeren en 80% van de hooggeschoolde jongeren. Dat is natuurlijk geen 92 en al helemaal geen 100%. Ook bij de manier waarop de VDAB de uitstroom berekent. Uitstroom, daar staat onder andere uitstroom om andere redenen bij. Dat is natuurlijk iets anders dan een succesvol traject naar werk. Ik begrijp dat niet alles kan gevat worden, maar toch, ik denk dat we hier ook nog ruimte voor verbetering hebben. En u kondigt daaromtrent een aantal initiatieven aan, dus ik had daar ook graag wat toelichting bij. Kom ik bij een leuke innovatie. Het clusterbeleid is daar het paradepaardje. Er wordt een nieuwe cluster blauwe economie voorbereid. Ik had graag daar wat meer toelichting over. Over wat dat kan betekenen voor onze economie en op welke manier die zich moet gaan verhouden tot de andere clusters en innovatieprojecten. En ook hier wil ik het over KMO's hebben. In oktober nog, op vraag van collega Griffois, zei u dat voor de speerpuntclusters de specifieke KPI's waren opgesteld met betrekking tot de betrokkenheid van KMO's. Nu, ik hoor van op het terrein dat het dat niet zo evident is. Dus dat die KMO's helemaal niet betrokken zijn in de speerpuntclusters zoals ze op dit moment werken. Dat het voornamelijk heel grote bedrijven zijn die hier de toon aangeven en effectief budgetten kunnen vrijmaken om betrokken te zijn in dit verhaal. Dus ik vraag u om hier aandacht voor te hebben en misschien wat toelichting te geven, misschien met wat cijfers over de stand van zaken in zaken KPI's per speerpuntcluster als het gaat over de KMO-betrokkenheid. De VIS-trajecten op pagina 40 en 41 heeft u het over het belang van collectieve kennis en het spreiden van die kennis in zaken innovatie, zeer belangrijke doelstelling. En u verwijst daar naar twee studies. Twee studies, meneer de minister, die zouden opgeleverd zijn met een aantal beleidsaanbevelingen. En ik wil u heel eenvoudig vragen om die studies ter beschikking te stellen, zodat we op dat vlak ook kunnen meedenken. Wat ons betreft is het bijzonder belangrijk dat we hetgeen wat in die VIS-programma's was inbegrepen, ook effectief kunnen continueren in een nieuwe goedanigheid, allicht in een nieuwe ondersteuningsvorm. Maar dat alles is die collectieve kennis. En de ontsluiting van die collectieve kennis wordt gegarandeerd in de toekomst. U heeft er twee studies rond klaar met een aantal aanbevelingen, dus we hadden die graag gekend, of minstens de aanbevelingen uit de studies gekend. Laatste elementje met betrekking tot innovatie. Ik wil u feliciteren voor de budgettaire inspanning die u levert in zaken onderzoek en ontwikkeling. Deze legislatuur zal op dat vlak echt een verschil hebben gemaakt. Anderzijds moeten we vaststellen dat er in 2017, de opstap die daar is voorzien, van 195 miljoen euro, denk ik, dat die niet volledig is kunnen geabsorbeerd worden en dat daar een stuk is geheroriënteerd naar strategische transformatiesteun. Dus hoe komt dat? Zijn er een aantal structuren die niet klaar waren? Zijn onze bedrijven en onderzoekscentra niet klaar voor de budgettaire opstap die deze Vlaamse regering voorziet? En hoe kunnen we dat vermijden in de toekomst? Want er is nog wel een en ander budgettair voorzien. In zaken budget heeft u 30 miljoen euro extra voorzien voor het FWO. Dat is heel positief, want daar waren een aantal grote knelpunten in zaken het slaagpercentage van de ingediende projecten.
Die slaagpercentages werden niet vermeld in uw beleidsbrief. Ik had graag van u gehoord wat het effect is van de budgettaire opstap op de slaagpercentages bij het FVO en of we daarmee nu uit de rode zone zijn, zoals oorspronkelijk is aangehaald. En nog laatste twee punctuele projecten. Graag een stand van zaken van uw project rond Fiber to the Home, het project van Fluvius dat u vanuit de Vlaamse regering mee omarmt en partners voorzoekt om het mee uit de startblokken te krijgen richting digitale economie. We zijn helemaal akkoord met de vier voorwaarden zoals geschetst in de beleidsbrief. Daarvoor hebben we het al gehad in de plenaire vergadering. Maar ondertussen zijn we weer een aantal maanden verder en hadden we graag een stand van zaken gehad van dat project. En het laatste elementje wat ik zal zeggen. We zitten ondertussen 8 jaar in deze commissie samen en we zijn jammer genoeg al bijna 8 jaar bezig over de herontwikkeling van de sites van Fort Henk en Opel Antwerpen. Rond Fort Henk zijn er heel wat belangrijke stappen gezet, zijn er concrete projecten in het vooruitzicht. Maar de site van Opel in Antwerpen, in de haven, een van de best gelegen stukjes grond voor industriële projecten van West-Europa, blijft al veel te lang, naar mijn gevoel, onbenut. Vraag is, waar staan we daar en hoe kunnen we misschien toch nog deze legislatuur daar een doorbraak gaan realiseren? Ik kijk uit naar uw antwoorden en ik geef graag het collega Ann-Christiaans het woord en verontschuldig mij voor de lange spreektijd. Okay. Dank u, collega Batuijn. Ik geef graag het woord aan collega Christiaans. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, bedankt voor 14 dagen geleden ondertussen uw bondige, maar duidelijke toelichting van uw beleidsnota. Ik ga eventjes inpikken op een aantal elementen. Ik ga dat kort houden, maar een aantal punctuele vragen. Voor eerst in verband met de dienstenchecks. Een tijdje geleden heeft nog op antwoord op een schriftelijke vraag van collega van Eetveld u geantwoord dat er opnieuw een boete was opgelegd aan Sodexo betreft het niet behalen van, van de norm van de elektronische dienstenchecks. Dat is nu al de tweede keer dat de boete is. De boete is opgelegd. Ja, boete opleggen is natuurlijk één ding. We innen dan die middelen. Enerzijds dan de vraag, hoe worden die middelen besteed? Hoe voorziet u dat om die middelen die u daarvoor van die boete ontvangt, gaat u die besteden in uw budget? En anderzijds, hebben die boetes dan ook een effect? Hoe zit het nu met de stand van zaken van Sodexo? Hoe stellen zij zich bij om dan toch die norm te halen? Of is het voor hen ook wel oké om telkens de boete te betalen en dan op deze manier verder te werken? Dat strookt natuurlijk absoluut niet met het lastenboek. Voor een aantal vraagjes in verband met het luik economie. De hinderpremie, meneer de minister, is denk ik een heel succesvol initiatief. De eerste 3 maanden werd er al 2,7 miljoen euro uitbetaald aan hinderpremie. Ik denk dat we daar heel veel handelaars toch wel dat extra steuntje in de rug kunnen geven in geval van de wegenwerken waar ze toch wel last van hebben. En die we dat extrapoleren, er was 6 maanden, voor de laatste 6 maanden van 2017 zal er dan zo'n 5,5 miljoen euro nodig zijn. Er is in het budget 6 miljoen euro voorzien, dus dat komt goed. Maar voor 2018 voorziet men 5,9 miljoen euro voor een heel jaar. Hoe komt u aan dat cijfer? Denkt u daarmee toe te komen? Hè? Als we dat extrapoleren, lijkt het toch alleszins niet. Het is maar de helft van het bedrag. Het zou toch wel heel jammer zijn dat een succesvol systeem halverwege het jaar zou uitdoven omwille van budgettaire beperkingen. Nu, er zijn ook wel een aantal kinderziektes in het systeem van het automatische, half-automatische uitbetalen van die hinderpremie. Ik heb daar zelf ook wel een aantal schriftelijke vragen over gesteld. Dat gaat altijd over casuïstieke gevallen, natuurlijk. Maar er zijn er toch zowel een heel aantal. Nu vroeg ik mij af, meneer de minister, voorziet de administratie nog een evaluatie daar rond? Wordt dat bijgestuurd? Want ad hoc situaties kunnen misschien soms opgelost worden, soms niet. Maar het moet toch de bedoeling zijn dat op termijn dat die kinderziektes eruit geraken.
Dus een evaluatie denk toch wel dat zich opdringt. Vorig jaar hebben we de vestigingsvoorwaarden afgeschaft, hebben we de Europese richtlijn omgezet. En heeft u voor de zomer een beslissing van de Vlaamse regering laten nemen dat het bedrijfsattest, het verplicht behalen van het bedrijfsattest, afgeschaft zal worden. Die afschaffing zou pas in voege gaan vanaf 1 september 2020. 19, dat is nog een hele tijd. Graag, meneer de minister, in tussentijd van u een stand van zaken over het traject. Wat is afgelegd en of u daar al misschien een tipje van de sluier kunt oplichten naar mogelijke alternatieven. Want we denken toch dat het zomaar het kind met het badwater weggooien, de drempel van ondernemen wegnemen enerzijds kan een stimulans zijn, maar anderzijds moeten toch ook de startende ondernemers ook wel die preventieve bescherming toch altijd wel blijven bieden en dat stimuleren. Dus graag een stand van zaken en mogelijke alternatieven waar u aan denkt. Het integraal handelsvestigingsbeleid, daar verwachten we een uitvoeringsbesluit tegen 1 januari 2018. Is dat op schema, meneer de minister? Want dat is kort dag. Dan krijgen we daar ook de signalen vanuit de lokale besturen en van het VVSG dat er toch nog altijd onduidelijkheden bestaan. Lokale besturen weten niet goed hoe ze ermee aan de slag moeten. Zien er blijkbaar de voordelen nog niet van in. Het is te abstract, het is te onduidelijk. VVSG heeft dan zelf een ronde gedaan waarbij zij een opleiding, vormingen daar rond aanboden. Maar ik krijg toch signalen vanuit het veld dat er toch nog altijd heel veel vragen over bestaan. Bent u daar ook van op de hoogte en bent u van plan om daar nog iets te ondernemen om toch de implementatie van het decreet en de mogelijkheden van het decreet op een goede manier te verkondigen aan de lokale besturen, zodat zij daarmee aan de slag kunnen gaan? Ja, dan tot slot, meneer de minister. Het zijn parlementaire initiatieven. U weet dat er een conceptnotas zijn ingediend, zowel door onze fractie als door de fractie van de N-VA in verband met wijzigingen aan de handelshuur. Uiteraard staat er niets van in uw beleidsnota. Het zijn parlementaire initiatieven, maar ik had toch eens graag van u vernomen hoe u daar tegenover staat. Dank u wel. Dank u wel, collega Christian. Dan geef ik graag het woord aan collega Klaas. Dank u wel. Ik ga een aantal thema's. Robrecht heeft de algemene inleiding gegeven. En ik ga een aantal thema's die ik opvolg binnen werk even een aantal vragen stellen. In verband met de evenredige arbeidsdeelname, meneer de minister, dat is in 2017 totaal hervormd. Dus er waren structurele partners van vroeger en ook andere organisaties die in 2017 konden inschrijven op een oproep. Zodanig dat er projecten konden uitgevoerd worden. In de voorbereiding van die hervorming en in de bespreking van de hervorming gaf u steeds aan dat het veel meer resultaatgericht moest zijn. Zijn daarover vandaag al resultaten te zien? Bent u tevreden over de manier waarop dat die hervorming nu zich doorzet? En de projecten die daar, zijn er al resultaten van de projecten aan wie dat die EAD, die 13,6 miljoen euro die in de begroting staat ingeschreven en gebruikt wordt, op welke manier kijkt u naar die hervorming? In verband met het doelgroepenbeleid en de begroting, een eerder gedetailleerde vraag, die misschien beter schriftelijk gesteld zal worden, maar u hebt volgende week, gaat u waarschijnlijk pas antwoorden, maar dat gaat, denk ik, een beetje te optimistisch zijn dat u vandaag antwoordt. Maar goed, dus bij de begroting RSZ-korting jongeren, die stijgt van 160 miljoen naar 190 miljoen. Dat is 30 miljoen erbij. De begroting RSZ-korting ouderen zegt van 289 miljoen naar 321 miljoen. Dat is ook een 33 miljoen euro erbij. Dus dat maakt een stijging van 63 miljoen. Daarnaast is er toch ook nog een kost van Activa, wat goed is voor 41 miljoen. En de oude doelgroepmaatregelen is nog een kost van 8,9 miljoen. En ondanks dat stijgt de begroting slechts met 31,5 miljoen. En, dus die 20 miljoen in algemene middelen en
10 miljoen in... Heel gemakkelijk, omdat die vraag gesteld is geweest. Zoals gevraagd was de technische vragen op voorhand en u hebt het op uw bank het antwoord. Oké, maar ik heb nog niet de kans gekregen om nee, dat antwoord te lezen. Nee, maar het is daarom dat ik het u zeg. Ja. Goed, we zien waarschijnlijk iets over het hoofd, meneer de minister, maar dat zullen we dan van zodra onze tussenkomst gedaan is lezen en het antwoord daarop zien wat we over het hoofd zien bij deze optelling. In verband met de GESCO's, dus dat is van in het begin van de legislatuur is er afgesproken dat de GESCO's zouden geregulariseerd worden door al de verschillende beleidsdomeinen over de regering heen. Dus u als minister voor Werk zou de regularisatie van de werk-GESCO's op u nemen. Hoeveel zijn er daarvan uiteindelijk behouden in een uitoofscenario en hoeveel werden er aangekondigd te stoppen en zijn in opzeg geplaatst? In verband met dienstenchecks blijft natuurlijk een grote toename van het budget. Opnieuw een 33 miljoen bijgesteld wegens de groei van het systeem, het succes van het systeem. Ook de indexering zorgt ervoor dat er toch wel een groei is van het budget van de dienstenchecks met 28 miljoen euro. Dus een totaal bedrag dat wij besteden als Vlaamse overheid van 1,2 miljoen euro. Miljard euro. Soms verliezen we de miljoenen en de miljarden, dus 1,2 miljard euro, wat natuurlijk een enorm budget is voor de Vlaamse overheid. Kunnen we erover nadenken om het systeem toch wel betaalbaar te houden? We hadden, oorspronkelijk was het systeem, en u weet dat dat een vraag van mij steeds geweest is, van dat er terug in verdieneffecten zouden zijn doordat men lage schulden aanwierf. Dus we hebben in het begin van de legislatuur die 60%-regel losgelaten. Zijn er voldoende terugverdieneffecten volgens u? En is het te overwegen dat de indexering die in het systeem niet verrekend wordt naar de gebruiker, dat we daar eventueel een aanpassing aan doen? In verband met Flanders Synergie, stand van zaken. Zijn er nog oplossingen gekomen in verband met de rol die Flanders Synergie kan spelen? En zijn daar nog wijzigingen gebeurd ten opzichte van de bespreking die wij, denk ik, een half jaar geleden ongeveer hier in de commissie gehad hebben? Tijdelijke werkervaring en dan een aantal timings, meneer de minister. Dus voor de invoering van de tijdelijke werkervaring lijkt het dat wij zeer kortdag zijn. Dus de tendering van het contingent zou nog maar net afgerond zijn of afgerond worden. De vraag is dan natuurlijk hoe dat de organisaties die aangeduid zullen worden zich nog kunnen voorbereiden op het werk dat zij moeten doen. En anderzijds, degenen die dat niet kunnen doen, hoe dat zij moeten omgaan met hun personeel, omdat natuurlijk de toewijzing vandaag of morgen of overmorgen en de inwerkingtreding zitten heel kort bij elkaar. Dus eigenlijk daar een beetje toelichting rond. Ook met wijkwerken. Ja, ik... Als ik mag, omdat ik... Het is moeilijk om te antwoorden als ik begrijp de vraag niet goed. Omdat we van... Je hebt enerzijds de leefloners, dat is begonnen. Het andere aspect hebben we wel een tender lopen. En wat we willen eigenlijk doen, is zorgen dat er nooit een gat valt. En dus effectief dat snel op elkaar aansluit. Dat is inderdaad juist op het ogenblik dat het dezelfde organisaties zijn die de tendering halen, als ik het zo mag zeggen. Als de organisatie is die vandaag het werk doet en het na de tendering terug opnieuw mag doen, is dat ook geen probleem. Dan is er ook geen probleem om dat verder te zetten. Maar als het andere organisaties, en daar hebben wij natuurlijk geen zicht op, als het andere organisaties zijn die dat project binnenhalen, als ik met die termen mag spreken, is dat natuurlijk wel een probleem voor die organisatie, want die moeten de mensen in opzeg plaatsen aan de ene kant. Maar als het ook andere organisaties zijn die het werk zullen moeten gaan uitvoeren
nu, vlak na de toewijzing, hoe kunnen die zich voorbereiden op die tendering? Tenzij dat u zegt, het zijn allemaal dezelfde organisaties, dan is mijn vraag inderdaad zonder voorwerp. In verband met wijkwerken is eigenlijk een gelijkaardige vraag. De uitgiftemaatschappij die checks moeten gaan uitgeven, dat is, die startte op 1 januari 2018. Ook daar is er natuurlijk, dat is ook kort achter, tenzij dat het dezelfde maatschappij is. Dus daar denk ik dat we, als we daar switchen van maatschappij, we ook toch wel zitten met een uitvoeringsproblemen als het allemaal zo kort dag moet gerealiseerd worden. En een laatste vraag, meneer de minister, is een vraag die ik hier ook aan u wil stellen. Dat is in verband met ICF. De laatste vraag. Ik weet dat dat bij Muiters een vraag is aan minister Homans. Maar het gaat over de werking van de VDAB. Vandaar dat ik de vraag ook aan u wil stellen. Dus uit de evaluatie die er gebeurd is over de toepassing van ICF ten aanzien van lokale diensteconomie is er gebleken dat mensen die een ticket kregen voor lokale diensteconomie overroeld werden door de ambtenaar die dat bekeek. Dat is nu bijgesteld. Maar natuurlijk blijft de belangrijke vraag, wat gebeurt er met die mensen die een ticket zouden krijgen als ICF strikt toegepast wordt, maar overroeld zijn? Kunnen die een nieuwe aanvraag doen? En op welke manier kunnen we daar een bijstelling verwachten? En ik stel die vraag aan u, omdat u verantwoordelijk bent voor de werking van de VDAB. Dank u wel, mevrouw Klaas. Dan gaan we over naar de volgende fractie. Ik weet niet of er mensen staan te popelen, of anders begin ik van links naar rechts, als dat eenvoudig is. Ja. Dan begin ik helemaal links, heb ik collega Anouri. U hebt het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Ik zal chronologisch of via de volgorde van uw beleidsbrief enkele vragen stellen. Ik begin bij pagina 21. Bij de premie voor werkzoekenden die zelfstandig willen worden. Mijn allereerste bemerking daarop is, hier moeten we toch wel wat opletten, omdat uit heel wat onderzoek blijkt dat de meest levensvatbare bedrijven worden opgericht door ondernemers die echt gemotiveerd zijn om met een eigen zaak te starten. Dat is logisch ook. Een mensen kunstmatig met een premie naar het ondernemerschap duwen, dat lijkt mij een tricky beleid. Het argument dat de premiedrempel verlagend werkt voor toekomstige ondernemers is gevaarlijk. De kans is groot dat deze ondernemers het na een tijdje ook niet redden. En dan heeft de premie eigenlijk dus redelijk weinig effect gehad. Het is daarom absoluut noodzakelijk om voor deze mensen dat er een goede begeleiding wordt gekoppeld aan het toekenning van de premie. En dat er een goed onderbouwd businessplan tegenover staat. Ook permanente begeleiding en opvolging zijn noodzakelijk. En ik vraag me even hoeverre dat u hier rekening mee houdt bij de verdere operationalisering en uitwerking van uw beleid. Dus als u daar straks wat meer informatie over zou kunnen geven en meer toelichting zou kunnen geven. Ook op pagina 21 over werkbaar werk. Uw beleid rond werkbaar werk focust zich op dienstenchecks en een focus op talenten en competenties. En zoals u weet vind ik dat zelf te weinig en ook ondermaats. Het aantal mensen met een burn-out piekt als nooit tevoren. We zijn koploper in Europa wat betreft het aandeel werknemers dat ziek is als gevolg van werk of gerelateerd aan arbeid. Mensen gaan niet langer werken omdat de pensioensleeftijd opgetrokken is en het brugpensioen afgeschaft wordt. Zonder dat er een flankerend beleid zullen deze maatregelen enkel leiden tot een grotere instroom in de arbeidsongeschiktheid. Dat is een groot probleem waar we voor staan. Op een arbeidsmarkt die niet toelaat dat mensen kunnen en willen blijven werken, ambiëren bitter weinig mensen een langere loopbaan. En zowel werknemers hebben veel meer ondersteuning nodig bij het invullen van flexibele, variërende loopbanen. En er dienen dringend maatregelen te komen om de kwaliteit van werk op de werkvloer te verbeteren. En het is jammer en ontgoochelend dat het hier, wat mij betreft, nog altijd te stil blijft. En ik hoor graag van u waarom u denkt dat dat niet zo is. Want wat mij betreft is deze beleidsbrief, daarop scoort die onvoldoende. En ik zou graag van u horen waarom u denkt dat dat niet zo is. Pagina 25 tot 30, de digitale economie en robotisering. U was onlangs nog op tv daarvoor en het was een interessant debat, een interessant gesprek. Maar in uw beleidsbrief focust u op de noden om Vlaanderen klaar te maken voor de digitale economie van de toekomst. U weet, ik ondersteun u daarin, we hebben er ook een resolutie over ingediend. Maar ik vind het wel jammer dat er nauwelijks wordt stilgestaan bij de sociale gevolgen die de transformatie van de digitalisering en robotisering meebrengt voor onze arbeidsmarkt.
De digitale revolutie en de nieuwe digitale economie die bieden heel wat kansen op een betere dienstverlening voor de mensen. Het kan leiden tot het uitschakelen van vervelend routinewerk en het opwaarderen van jobs van duizenden mensen. Maar dan moeten bedrijven, maar ook de politiek, duidelijke keuzes maken. Bedrijven mogen de digitalisering niet als excuus gebruiken om mensen massaal te dumpen en de winstmarges veilig te stellen, net zoals we hebben gezien bijvoorbeeld bij ING. En als we niets ondernemen, zal de toenemende digitalisering en robotisering in ons land potentieel tot grondbaanverlies leiden. Dat zien we vandaag al voor een stuk. En daarom is het dringend tijd dat u de sociale gevolgen van de digitalisering bovenop de politieke agenda zet. Nu hoor ik u vooral de lof zingen van de vierde industriële revolutie of de digitale agenda, zonder dat u, wat mij betreft, bezig bent met een noodzakelijk flankerend sociaal beleid. Ons land heeft net als Nederland nood aan een eigen sociale robotagenda, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de nieuwe technologieën zorgen voor meer welzijn voor allen. Wij zijn volop bezig met de resoluties daar rond en de hoorzittingen in het parlement. Dit is een punt waar ik op zal blijven hameren. En ik wil ook, en ik vraag u ook, meneer de minister, om... Het is geen probleem, collega Klaas, ik zie de minister nog altijd prima. Nee, het was even mevrouw Klaas die... Ik wil u perfect kunnen zien als ik u aanspreek, meneer de minister. Er is een naam waarop we zullen blijven slaan en we ook mee moeten nemen in de verdere bespreking rond robotisering en digitalisering. En waar ik vind dat er op dit moment nog een veel te grote lacune en gat zit in de beleidsbrief van de minister. Op pagina 30 ook, het vereenvoudigd doelgroepenbeleid. Ik zal mijn kritiek op het doelgroepenbeleid niet herhalen die ik altijd geef. U weet wat die is, heel kort. Onze kritiek is tweeledig. Er gaan niet enkel minder middelen naar doelgroepen, ze worden ook verkeerd ingezet wat ons betreft. Wij zijn met Groen al lang de vragende partij om de doelgroepkorting te richten op wie het echt nodig heeft. Dat zijn in de eerste plaats laaggescholden en langdurig werklozen. Dat gebeurt wat ons betreft op dit ogenblik niet. Het aantal langdurig werklozen in Vlaanderen blijft hoog. Europa heeft Vlaanderen daar ook al een keer voor op de vingers getikt. Er gaat veel geld naar groepen die het niet nodig hebben, terwijl groepen die wel veel ondersteuning nodig hebben uit de boot vallen. U kent onze kritiek en ik zal u blijven herhalen, meneer de minister, op het vereenvoudigd doelgroepenbeleid. Over pagina 31, de tijdelijke werkervaring en het uitoven van een jongerenbonus. Ik heb zelf ernstige twijfels bij het schrappen van die jongerenbonus en het uitdelfscenario en de overheveling van de middelen naar de tijdelijke werkervaring en welzijn. Er is geen volwaardig alternatief voor de jongeren die door de beslissing worden getroffen. De tewerkstelling die nu gebeurt via de jongerenbonus wordt onvoldoende gegarandeerd, zowel in buitenschoolse kinderopvang als ouderenzorg. Nu, het uitdoofscenario is veel te krap om de continuïteit van een dienstverlening te verzekeren. En de jongerenbonus zomaar doorschuiven door TWE roept heel wat vragen op. Ik sluit me trouwens ook aan bij de kritiek van het SERF, die twijfelt of de trajecten jongerenbonus en TWE voldoende matchen, zowel inhoudelijk als qua doelgroepen. Ik zou ook graag weten wat uw reactie daarop is en wat uw bedenkingen zelf zijn op de kritiek van het SERF daarop. Op pagina 32 hebt u het over de aanmerkingspremie voor de langdurige werkzoekenden. Het is ondertussen duidelijk dat de Vlaamse aanmerkingspremie niet aanslaat. Sinds de invoering zijn maar 600 premies toegekend, terwijl er natuurlijk duizenden werkzoekenden daarvoor in aanmerking komen. U hebt daarvoor 10,6 miljoen euro voorzien. Volgend jaar wordt dat 25 miljoen euro, dat is goed. Maar op dit moment lijkt dat bedrag nooit op te raken. En het aantal aanmerkingspremies valt dus ver onder de verwachtingen. Mijn vraag is uiteraard wat u gaat doen om dit bij te sturen. Op welke manier gaat u dit bijsturen? Want in uw beleidsbrief lees ik enkel dat u de premie zal monitoren. Ik kan u daar wat meer uitleg over geven op welke manier dat u dat allemaal wil opvangen. Pagina 32 over jongeren en de VDAB. U vermeldt hier de Europese jeugdgarantie en de verschillende mogelijkheden die de VDAB aan jongeren aanbiedt. Maar wat ik mis is iets over de kloof die er vandaag nog steeds heerst tussen de VDAB enerzijds en jongeren anderzijds. Het voorbije jaar getuigden verschillende jongeren over de drempels waarop ze stoten in hun zoektocht naar werk. En deze zoektocht is er vaak een van vele frustraties en twijfels. Hun zoektocht naar werk is een ongestructureerd proces van trial and error, wordt ook vaak aangehaald. En ze stoppen veel tijd in brieven en klagen over lang en vruchteloos wachten op antwoord of feedback. De VDAB, zo wordt gezegd, staat te ver af van de leefwereld van deze jongeren. En jongeren vinden er niet het deskundig klankbord dat ze verwachten van een arbeidsbemiddelaar. De drempel naar de VDAB is hoog, het vertrouwen vaak te laag. En de voeling met wat er bij deze jongeren leeft, zijpelt ziender ogen weg. Ik ben dan ook teleurgesteld dat er eigenlijk niks in uw plannen staat over die kloof tussen jongeren en de VDAB en om daar iets tegen te doen. Om een voorbeeld te geven, een van de meest voorkomende frustraties als voorbeeld bij jongeren is het uitblijven van antwoorden op sollicitaties bijvoorbeeld. Er is een heel ontmoedigend iets. Hier rond kan beleid ontwikkeld worden. Op welke manier doet u dat en op welke manier wilt u dat doen? En kan u daarmee uitleg over geven? Want dat is een kloof die we zo snel mogelijk ook wel moeten overbruggen, lijkt mij. Op pagina 33 dan hebt u het over het activeren van oudere werkzoekenden.
Ik vind dat u te veel nadruk legt bij die ouderenwerkzoekenden op activering enerzijds en te weinig op leeftijdsdiscriminatie. En de initiatieven die genomen kunnen worden aan werkgeverskant, meer specifiek om oudere werknemers opnieuw aan een baan te helpen. Ik ben daarom blij met de initiatieven die u neemt om vraag en aanbod beter te matchen. Dergelijke initiatieven focussen met zowel op de werkzoekende als de werkgever. En dat is net het pleidooi dat we altijd hebben gehad, zowel op de werkzoekende als op de werkgever focussen. Een beleid dat werkgevers beter ondersteunt bij het invullen van de vacatures, dat mag niet langer op zich laten wachten. Al te vaak worden werkzoekenden vandaag door sommige werkgevers met drogredenen wandelen gestuurd. Bijvoorbeeld te oud, geen wagen, te veel blanco loopbaanperiodes enzovoort. Een werkzoekende die een gelijkaardig gedrag vertoont tijdens het zoekproces naar een job, zou meteen op de vingers getikt moeten worden. Een VDAB die niet alleen werkzoekenden, maar ook werkgevers van kortbij opvolgt in het invullen van vacatures, kan een Vlaamse vacaturegraad naar beneden halen, vacatures sneller invullen, werkzoekenden aan een baan helpen en zo het aantal werkende Vlamingen in plaats van het aantal niet actieve Vlamingen doen stijgen. Niet alleen werkzoekenden, maar ook recruteerders hebben dus recht op een trajectbegeleiding. Maar er is natuurlijk veel meer nodig dat wat u doet om andere oudere werkzoekenden te ondersteunen. De voorbije maanden was er veel ophef over de jobkansen van 50-plussers. Uit recente cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, die debatten hebben we ook al gehad, blijkt dat net geen 14% van de werknemers tussen 50 en 54 jaar opnieuw aan het werk is, nadat ze een jaar werkloos zijn geweest. Voor mensen tussen de 55 en 59 jaar daalt dat tot 4,4%. Ik denk dat we hier dringend een versnelling hoger moeten schakelen. Het is van het grootste belang dat oudere werknemers die hun job verliezen een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. De strijd tegen leeftijdsdiscriminatie is daarin essentieel. En ik vind het een gemiste kans dat niet zowel de werkzoekenden als de werkgevers ook daar op dezelfde manier in worden geactiveerd, bij wijze van spreken. En ik ben benieuwd wat u van die opmerking vindt en hoe u daar tegenover staat. Een laatste punt op pagina 37. Discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat is iets waar we altijd op hebben blijven hameren, waarop we altijd zullen blijven hameren. En vandaag wil ik hier ook iets meer bij stilstaan, met er gisteren alweer een rapport naar buiten is gekomen waar ik alweer zeer verontwaardigd van word. De Koning Boudewijn Stichting heeft een rapport gedaan over de tewerkstelling bij mensen van Sub-Sahariaanse afkomst. En daar zie je ook, ondanks het feit dat ze hoogopgeleid zijn, ze steeds nog 6 op de 10 geconfronteerd worden met minder kans op de arbeidsmarkt en vormen van discriminatie. U kent mijn mening over het Vlaams beleid. Het is te weinig. We blijven stilstaan op het vlak van antidiscriminatie. De cijfers kent u. 48% meer dossiers in zaken discriminatie meer dan in 2015, volgens Unia. Meer dossiers rond raciale criteria, volgens Unia. Meer dossiers rond discriminatiecriteria, handicap. Meer dossiers op basis van geloof of levensbeschouwing. En meer dan een verdubbeling van het aantal dossiers op basis van leeftijdsgerelateerde discriminatie. Al jaren staan alle barometers, meneer de minister, in het rood. Al jaren roept u dat u ook voor u de maat vol is en dat discriminatie op de arbeidsmarkt moet en zal stoppen. En al jaren blijft wat mij betreft het beleid te hard stilstaan. Enkel in de dienstensectors, meneer de minister, en daar wil ik u gerust een compliment voor geven, worden bepaalde stappen vooruitgezet. We zijn nu op nieuwjaar verder. Mijn voorstellen en pleidooien voor een krachtdadig handhavingsbeleid vallen keer op keer in dovemansoren. En ik herhaal mijn oproep vandaag en ik zal het blijven herhalen, meneer de minister. Maak werk van die praktijktesten. We kunnen hier niet langer mee blijven wachten. Geen enkele wet wordt zo vaak ongestraft met de voeten getreden als de discriminatiewetgeving. U blijft inzetten op zelfregulering en sensibilisering. Dat is goed, maar dit blijft een maat voor niets. Zonder praktijktesten als sluitstuk. Vergelijk het met snelheidscamera's. U kent onze vergelijking. Bovendien heeft deze Vlaamse regering de bevoegdheid om die praktijktesten te organiseren als ze hier een wettelijk kader voor ontwikkelen. Dat dat niet gebeurt, is een kwestie van niet willen, niet van niet kunnen. Bovendien zijn ze ook, wat ons betreft, en u weet het ook, de enige manier om een heel goede kaart te ontwikkelen van waar die discriminatie voorkomt, zodat we niet keer op keer moeten wachten op onderzoeken, zoals nu is gebeurd bij de Koning Boudewijn Stichting, die alweer een heel pijnlijk beeld schetst. Op die manier hebt u een streepje voor op de situatie, kan u zelf beleid ontwikkelen en kan u zelf voor oplossingen zorgen. En zolang dat niet gebeurt, is de enige conclusie die ik kan stellen, meneer de minister, dat dit Vlaams beleid, deze Vlaamse regering, te weinig wil doen, te weinig doet om dit probleem op te lossen. En dat is een zeer jammere zaak en dat ontgoochelt mij ten zeerste. Discriminatie is een structureel probleem. Het is mijn overtuiging dat het een kwestie is van politieke wil om dat doelgericht aan te pakken en bijkomende instrumenten te creëren. En ik vind het bijzonder jammer dat hier weinig over terug te vinden is in uw beleidsbrief. Dat zijn in eerste instantie, mevrouw de voorzitter, mijn bedenkingen en mijn vragen. Dank u, collega Anouri. Dan gaan we over naar collega Kerbach.
Ja, dank u, voorzitter. Collega Van Malderen verontschuldigt zich, want we zitten wel met overlappingen. Dus ik ga het luik werk voor mij nemen en de vragen die dan collega Van Malderen heeft, kunnen we nog als nodig nog schriftelijk indienen. Hè. Moest hij er niet geraken. Dus, maar dat is aan hem. Ik ga dat met hem bekijken. Dus, technische, hè, die zijn beantwoord. Hè. Ja, effectief. Meneer de minister, ik heb uiteraard met veel interesse uw beleidsbrief gelezen. En ik heb dat ook gelezen, rekening houdend ook met de globale context van onze economie en onze arbeidsmarkt. En om positief te beginnen, hè, kunnen we naast een heropleving van de economie ook een heropleving van die arbeidsmarkt vaststellen. U bent daar ook terecht voorzichtig in, hè, niet te veel hoeraakreten, maar in ieder geval die positieve signalen moeten we wel onderkennen. Als het gaat over de daling van de werkloosheid, zeker. Stijging van de werkzaamheidsgraad. Als u weet dat we tegen 2020 de ambitie hebben om 76% te hebben qua werkzaamheidsgraad, dan hebben we nog wel een lange weg te gaan. Dus dat is wel een aandachtspunt dat we toch moeten meenemen en dat we niet alleen focussen op de daling van de werkloosheidscijfer. Maar als je ook de actualiteit van vandaag en de afgelopen dagen erop naleest, zijn er wel twee grote vaststellingen over de arbeidsmarkt die ik te weinig vertaald zie in de beleidsnota, of de beleidsbrief liever. Eén is de toekomst voorbereiden. Dus de werknemers zijn ongerust over die toekomst. Hè. Er is pessimisme ook over hun toekomstkansen. Kijken we nu naar het onderzoek dat Randstad heeft gedaan. Hè. Dat wijst op ongerustheid. Van, gaat er nog een plaats zijn voor mij op die arbeidsmarkt? Als gevolg van die digitalisering, als gevolg van die mondialisering. Terechte bezorgdheid. Ik denk dat digitalisering opportuniteiten biedt. Maar dan moeten we dat ook vertalen, ook, vind ik, in concrete actie en een concrete richting. En dat mis ik in de beleidsbrief. Een tweede element is, als we zien dat er meer jobkansen zijn, dat niet alle werkzoekenden even goed profiteren van die heropleving op die arbeidsmarkt. Collega Anouri verwees al naar het onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting, dat eigenlijk nog maar eens voor de zoveelste keer aangeeft dat personen met een migratieachtergrond toch merkelijk minder kansen hebben op die arbeidsmarkt. En wat dat onderzoek, dat gaat dan inderdaad over personen van de eerste of de tweede generatie met een Afrikaanse origine, dat zelfs al hebben ze een diploma, dan nog hebben ze 3 à 4 keer minder kans om aan werk te geraken. Meneer de minister, dat zou u echt moeten aansporen om op dat vlak echt een tandje bij te steken. En ik ga straks nog wel een paar punctuele vragen stellen, maar ik vind daar geen sterke ambitie, nog concrete actie om dat probleem van structurele uitsluiting van groepen, onder andere ook personen met een migratieachtergrond, effectief aan te pakken. Hetzelfde, en die discussie hebben we gehad over de andere kansengroepen. De heer Leroy was genuanceerd deze ochtend op de radio. Hij zegt, we moeten nog werk maken om elk talent kans te geven. En hij deed eigenlijk een oproep aan de werkgevers, ook om hun deel daar te doen. Nu, u moet begrijpen dat een leidend ambtenaar geen oproep zal doen aan zijn minister. Het is niet aan hem om u te gaan bekritiseren. En het is aan ons hier in het parlement om dat kritisch debat te voeren. En daarom vind ik dat als het gaat over elk talent een kans te geven, dat er op dat vlak de beleidsnota te weinig ambitie toont. Ik vind dat we hebben het al gehad over discriminatie. We moeten daar de vrijblijvendheid over stijgen. Maar als we het hebben ook over de langdurig werkzoekende, ook op dat vlak, ondanks herhaalde vragen en ook ondanks de cijfers, die toch voor zich spreken, de helft van de werkzoekenden zijn langdurig werkzoekend. Ondanks het structureel probleem is er op dat vlak geen sense of urgency vast te stellen in die beleidsnota. Dus ik vind dat jammer en ik neem dat ook mee als een oprechte bezorgdheid en een constructieve kritiek.
Ik denk dat we hier in het parlement, in ieder geval heeft u een bondgenoot om op dat vlak na te denken en ook werk te maken ook van concrete actie. Want als ik de beleidsnota bekijk, dan is het, ja, een, staan daar niet veel grote nieuwe dingen in. En dat is een ontgoocheling, omdat ik vind dat we de heropleving van die arbeidsmarkt net moeten aangrijpen om net elk talent op die arbeidsmarkt een kans te geven. Nu, wat de punctuele vragen betreft, ik ga proberen daar vlot door te gaan. Op pagina 15, dat gaat over de NEET, de aanpak van de NEET jongeren. U zegt eerst van we continueren onze aanpak, maar tegelijkertijd zegt u van we gaan toch een nieuwe aanpak ook uitwerken. En mijn vraag is dan van, als u spreekt daarvan gespecialiseerde NEET-consulenten, heeft u al een idee of een inschatting gemaakt van over hoeveel consulenten dat het gaat en hoeveel jongeren dat u wilt bereiken? Gewoon, wat is uw ambitie daar? Hebt u daar een concrete ambitie van? Wat wilt u daar bereiken? Pagina 16, dat gaat over opleiding. Ik heb al een paar keer al gezegd dat ik toch een cijfer of een trend die ik echt verontrustend vind, is daling van een aantal van de werkzoekenden in opleiding. In uw omgevingsanalyse heeft u ook terecht aangegeven dat als het gaat over levenslang leren, dat we daar in Europees perspectief ook nog slecht scoren. Hè. Dus we moeten daar werk van maken. Maar dus dat probleem wordt één in die beleidsbrieven niet aangestipt. U heeft alleen de omgevingsanalyse, dat spinnenweb, maar voor de rest zegt u niet van kijk, we hebben daar een probleem. Dus ik denk ook dat dat belangrijk is om als je effectief structurele zwaktes op die arbeidsmarkt wil aanpakken, dat je dat echt eerst goed moet formuleren. En dus die daling van die werkzoekenden in opleiding, heeft u daar een verklaring voor? Los daarvan, bent u van plan of bent u bereid ook om, als het gaat over werkzoekenden in opleiding, een aantal streefcijfers te hanteren voor de kansengroepen? Dat u zegt van, kijk, ik heb die ambitie. Heeft u daar een zicht op voor het komende jaar van, ik wil voor de laaggeschoolde, voor de personen met een migratieachtergrond, voor de ouderen, stel ik die ambitie voorop. Heeft u die? Want dat is interessant om dan, misschien is mijn kritiek dan, namelijk dat er te weinig ambitie is, ongegrond. Maar je moet die ambitie toch echt kunnen concretiseren. En dus de vraag is van, heeft u daar concrete streefcijfers voor? Omdat die nodig zijn, omdat we nu zien in het aanbod van opleidingen dat daar de laaggeschoolden, de personen met een migratieachtergrond, fors ondervertegenwoordigd zijn. Terwijl het net die groep is die dat het hardst nodig heeft, toch zeker de laaggeschoolden. Pagina 17 over EVC. Ik heb er in het verleden ook al eens vragen over gesteld van ja, die EVC, dus elders verworven competenties, die attesteringen, dat is toch wel weinig. Hè? En u heeft aangegeven toen van ja, ik mik niet op formele attesteringen, ik mik op competentieversterking in het algemeen. Allee, ik vat nu kort samen, maar los daarvan, mijn punt is eigenlijk van ja, u stelt nu een nieuwe aanpak voor. En ik wou eigenlijk aangeven van wat is daar. U zegt van in pagina 17, u stelt daar een decreet voor. Dus, en wat is daar concreet het nieuwe dat daar in dat decreet is vooropgesteld? Pagina 19, de leerstoer arbeidsmarkt integratie van personen met een buitenlandse herkomst. Ik denk dat het goed is om hoe meer kennis over de problematiek, hoe beter. Ik denk ook wel dat het een uitgelezen kans is om toch de openheid die hier in het parlement er was rond de wetenschappelijke praktijktesten, dus niet de klachtgedreven praktijktesten, maar wel de wetenschappelijke praktijktesten, dus het in kaart brengen van de aanwervingsbereidheid ten aanzien van verschillende groepen. Om die beter in kaart te brengen, dat kan je doen via onderzoek. Of dat die leerstoel dat niet kan doen. Want die wilt eigenlijk zicht krijgen op die arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst.
Ik denk dat daar uiteraard verschillende problemen of verschillende uitdagingen zijn, van competentieversterking, van taalverwerving en dies meer, maar uiteraard ook van discriminatie. En ik denk dat het goed zou zijn dat in die wetenschappelijke context het probleem van bewuste of onbewuste discriminatie goed in kaart wordt gebracht. Dus bent u bereid om in het kader van die leerstoel daar onderzoek naar te doen? Pagina 32 over het wijkwerken. Een concrete vraag eerst van, kan u zeggen hoeveel lokale besturen er al een samenwerkingsverband hebben opgestart? Is dat al gezegd? Want dat is toen bij, ik was daar toen niet bij, Rob Beenders, want die kon er nu niet bij zijn. Dan verwijs ik daarnaar, waarschijnlijk, ik heb die vraag van hem gekregen vandaar. En dan nog een andere vraag, maar dat is maar een terloops, omdat ik die nu al een paar keer heb gesteld. En ik wil u er gewoon aan herinneren dat ik daar nog geen antwoord heb op gekregen, of dat Vlaamse gebruikers beroep mogen doen op PWA'ers uit Wallonië en Brussel. Ik heb die vraag aan mondeling gesteld. Ik heb nog geen antwoord gekregen daarop. Ja, heb je een schriftelijk antwoord gekregen, maar dat is niet geen antwoord op de vraag. Ja, ik heb daar op de vraag. Ja, ik zal het anders. Inderdaad, ik heb die, wat dat u mij gezegd heeft, is geen antwoord op mijn vraag. Ja, dus ik zal ze nog eens stellen. En ze is heel eenvoudig. En kan een Vlaamse gebruiker beroep doen op een Waalse of Brusselse PWA'er? Dus de uitleg over staatshervorming en bevoegdheden is hier eigenlijk geen antwoord op. Dan pagina 32 nog de aanwervingsincentive voor de langdurig werkzoekende. Ik neem daar ook in één keer de vragen bij met betrekking tot het doelgroepenbeleid. Wat de langdurig werkzoekende betreft, ik heb daar ook een technische vraag over gesteld, over de benutting van het budget. Dus slechts 7% van het budget wordt benut. Budget dan van ongeveer 10 miljoen. Dat is een tiende eigenlijk ongeveer van het initiële budget dat er voor langdurig werkzoekende werd besteed. De activa en de RSZ-vermindering was vroeg. Het budget dat u gekregen heeft via de staatshervorming, 120 miljoen. Daarvan wordt maar een fractie nu aan langdurig werkzoekende besteed. Dus 10 miljoen in kruissnelheid uiteindelijk naar 20 miljoen. Maar van die 10 miljoen slechts 7%. Dus dat is quasi niks. Van 120 miljoen voor langdurig werkzoekende naar 700.000, dat is een gigantische shift. En ik weet uw antwoord dat u zegt, langdurig werkzoekenden hebben niet alleen een loonkostprobleem. En daar is mijn antwoord ook altijd geweest van, maar de loonkost verhogen zal zeker niet helpen. Maar bovendien wil je die groep effectief aan het werken helpen, dan heb je ook middelen nodig. En dus er is in het doelgroepenbeleid is er een gigantische shift merkbaar van langdurig werkzoekenden naar middengeschoolde jongeren. Daar gaat een groot deel van het budget eigenlijk naartoe. Dat is een grote verschuiving. En ik heb in mijn technische vraag gezegd van hoe zit dat nu eigenlijk met die inschatting van het budget? Ik had toen in mijn vraag de focus gelegd op jongeren en ouderen. U heeft toen inderdaad in uw antwoord gezegd van je hebt ook nog de VOP. Die zit ook eigenlijk in dat budget. Wat dan mijn punt eigenlijk nog versterkt, omdat ik als je jongeren, ouderen en VOP, personen met een handicap, bij elkaar neemt, dan heb je ongeveer een besteding van 610 miljoen. En in de beslissingsnota voorziet je 592 miljoen. Dus dat is nog niet genoeg. Maar je ziet vooral, en dat is opmerkelijk, dat een groot deel van die middelen gaan naar de middengeschoolde jongeren. Dus natuurlijk, dat is een vraag over doelmatigheid. We hebben al vaak gezegd dat de bevoegdheid en de middelen die u gekregen heeft voor doelgroepen, dat die niet gaat naar degenen die het hardst nodig hebben. De laaggeschoolde jongeren, langdurig werkzoekende en de ouderen. Maar u zegt nu in uw technische antwoord van kijk naar de meerjarenbegroting.
Hè, voor, kijk naar de meerjarenraming. Ik heb dat er dan deze ochtend nog eens bijgenomen. En daar zegt u, ja, wij schatten een daling. Wij verwachten wat de jongeren betreft een daling van de nodige middelen daarvoor. En mijn punt is hoe verklaart u die daling? Want ik denk dat we de komende jaren, gaan wij naar aanwerving van jongeren, denk ik niet dat er een daling mag verwacht worden. Dus ik vind het, het blijft nog altijd heel vaag, de inschattingen. Ik vind dus de besteding van de middelen niet doelmatig. Hè, dus ik vind wat dat mijn langdurig werkzoekende betreft, dat dat echt... Ik doe een oproep om toch eens te bekijken of dat we die aanwervingsincentive toch niet op een andere manier kunnen benutten en inzetten om de aanwerving te bevorderen. En tegelijkertijd, u schat op meerjarenvlak een daling naar jongeren toe. Daar heb ik graag een beetje uitleg erbij. Pagina 33, dat gaat over de Youth Guarantee. Die opmerking is al gemaakt. Ik denk dat door collega Botuyne, dat er wel een kloof is tussen wat dat er in de beleidsbrief staat en wat dat wetenschappelijk onderzoek aangeeft. Dat werd onder andere verwezen naar het Fiona-onderzoek. Dat zegt dat het niet, dat er geen, wat de laaggeschoolde jongeren betreft, volgens de te gebruiken Europese definitie, geen 90% bereik is, maar 45% bereik van de laaggeschoolde jongeren. Dus dat is allesbehalve een sluitende aanpak. En er wordt in de beleidsbrief eigenlijk niks gezegd eigenlijk over het Fiona-rapport of de knelpunten die men zou moeten aanpakken. Dus mijn vraag is, bent u nog bereid om die aanbevelingen ter harte te nemen en toch de nodige bijsturingen te doen? Pagina 37, wat de sectorconvenants betreft en wat discriminatiebestrijding betreft, zegt u, ja, we gaan daar een tandje bij steken. En u geeft aan, van, ja, we gaan de sectoren een gedragscode opleggen. Maar een gedragscode, dan denk ik, ja, de vrijblijvendheid moet nu toch wel achterwege gelaten worden. Het gaat hier ook over een contract dat je sluit met sectoren waarbij je een subsidie geeft. Dus ik neem aan en ik hoop dat die gedragscode niet is van wij engageren ons om niet te discrimineren, want ja, daar hebben we gelukkig ook al een wet voor. Dus de vraag is dan van, ja, welke concrete engagementen verwacht u eigenlijk van de sectoren? Want een gedragscode aan zich is wat vaag. En tenslotte, wat dat ik eigenlijk echt mis in de beleidsbrief, is een antwoord toch ook op een groeiend probleem van een groep van werkzoekenden die allemaal blijft groeien, namelijk die personen met een arbeidshandicap. Dus ook de werkloosheid van die groep is groot en eigenlijk trendmatig stijgt die eigenlijk. We hebben het hier over toch een groep van personen met een handicap van 33.000, ruim 33.000. Als we het hebben over de MMPP's, de personen met een medische, mentale of psychische problematiek, daar zegt u, geeft u zelf aan, ja, de arbeidskansen van die groep in het normaal economisch circuit is beperkt. U heeft het over 28%. Dus 2/3 van die groep moet op een andere manier opgevangen worden. En ik zoek dan naar een antwoord in die beleidsbrief en ik vind ze niet. En dan denk ik, ja, misschien verwacht de minister dat de sociale economie dat oplost. Maar dan kijk ik naar de sociale economie, het antwoord daar van de minister, die dan spreekt van een groeipad. 10 miljoen euro voor de sociale en beschutte werkplaatsen, dat zijn 500 arbeidsplaatsen. 2 miljoen euro voor lokale diensten, dat zijn 155 arbeidsplaatsen. Dus we hebben een groeipad van 650 plaatsen. Terwijl er, en dan heb ik het alleen over sociale economie, er bij de VDAB 50.000 werkzoekenden zijn die een recht hebben op een job in de sociale economie. Ik wil maar zeggen, dus het groeipad is een druppel op een hete plaat, terwijl het groeiend aantal personen die chronisch ziek zijn of een extra ondersteuning nodig hebben om medische of psychische redenen, stijgt. En uiteraard ook met de vergrijzing van die arbeidsmarkt zal dat ook toenemen. En dus de vraag daar is van, kijk, welk perspectief geven we die mensen?
U zegt 28% daarvan hoop ik op het normaal economisch circuit. Wat doen we dan met de 2/3 andere? De hervormingen die we hebben gezien gaan over trajecten in de werkloosheid. Zoals de tijdelijke werkervaring is een traject in de werkloosheid. Maar met een traject tijdelijke werkervaring kan je geen leven opbouwen. Kan je niet, heb je geen job waarmee je een perspectief creëert, ook voor die mensen. En dus om dan af te sluiten, als je het initieel het pessimisme vaststelt van veel werknemers over de toekomst, denk ik dat het belangrijk is dat we toch echt ook aangeven dat onze arbeidsmarkt wel kansen biedt, eerlijke kansen ook voor de kansengroepen, en twee, ook een antwoord geeft voor diegenen waarvan vanuit het beleid zelf wordt gezegd van voor die groep zijn er maar 28% die op de normale arbeidsmarkt terecht kunnen. Wat is het antwoord voor al die anderen? Ik denk dat er heel veel maatschappelijke uitdagingen zijn waar we voor die groep echt nog een jobperspectief kunnen creëren. Maar dat vraagt ook een engagement en dat vraagt effectief ook middelen. En dat zie ik niet in de beleidsbrief, maar misschien kunnen we daar ook nog verder kijken hoe dat u daar een antwoord op wil geven, samen met uw collega Homans. Dank u. Dank u, collega Kerbach. Dan geef ik nu graag het woord aan collega Van Wezenbeek. Goedemorgen, beste voorzitter en geachte meneer de minister. Blij u terug te zien. Ik heb eerst eigenlijk een algemene vraag en dan drie vragen omtrent de begroting. U zegt het, maar als u niet kan antwoorden, dan zullen we die formuleren via schriftelijke vragen, maar ik denk dat ze niet technisch zijn. En dan heb ik een aantal punctuele vragen. Uit de recente speurgids blijkt dat de uitgaven van de Vlaamse overheid voor ONO en innovatie op een recordniveau zitten. In 2017 geeft de Vlaamse overheid 1,6 miljard uit aan ONO en het totaalbudget voor economisch wetenschaps- en innovatiebeleid bedraagt 2,8 miljard. Dat is ook, daarmee zitten we ook op een recordniveau en dat komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Dat is dankzij enorme budgettaire inspanningen van deze Vlaamse regering. Onze fractie stelt vast dat we volledig op schema zitten om dus die investeringsambities van het begin van de legislatuur waar te maken. We vinden het nog altijd een schoonheidsfoutje van die 30 miljoen euro investeringskredieten die u naar sport heeft overgeheveld. Ik ben goed geïnformeerd geweest door mijn collega Schiltz. Maar dus mijn algemene vraag is eigenlijk om voldoende aandacht te blijven hebben voor de pijler ONO en innovatie. Waarom? We zijn wel goed bezig, maar als we ons vergelijken met Duitsland, Finland, Zweden en Oostenrijk, zitten we nog altijd niet bij de top en eigenlijk zou dat onze ambitie moeten zijn. Tot zover mijn algemene vraag. Dan betreffende de begroting 2018, zijn wij tevreden dat de inzet van de 195 miljoen euro nieuw beleid van 2017 wordt doorgetrokken naar 2018. En ik kom terug op die 30 miljoen euro van de sport die werd overgeheveld. We zijn ook blij dat die terugkeert naar economie en innovatie. Dank u wel daarvoor. Drie punctuele vragen over de begroting. Er is in 2018 voor 115 miljoen euro aan investeringskredieten voorzien. Dat is een stijging van 15 miljoen euro ten opzichte van 2017. 25 miljoen euro daarvan gaat naar economische steun, de KMO-portefeuille en de strategische transformatiesteun. Dan rest er nog 90 miljoen euro, waarvan ik had begrepen dat die nog niet echt bestemd was. Welke noden en pistes ziet de minister en hoe gaan die middelen ingezet worden? Mijn tweede vraag, die investeringskredieten zijn in principe eenmalig, maar ze worden nu ook ingezet voor de reguliere steuninstrumenten, zoals de KMO-portefeuille. Dat was in 2016 en 2017, maar ook in 2018. En hoe gaat u dat opvangen als die investeringskredieten gaan wegvallen? Is daar een soort van plan B? Derde begrotingsvraag. Uit de algemene toelichting bij de begroting blijkt dat 75 miljoen euro zal worden uitgetrokken om te investeren in beloftevolle, vernieuwende
industriële ondernemingen. Maar er zijn eigenlijk geen details over terug te vinden in de begrotingsdocumenten. Vandaar twee vragen. Waar gaan die middelen ondergebracht worden? Is dat dan bij PMV bijvoorbeeld? Of waar anders? En wat bedoelt u eigenlijk met die doelgroep? Beloftevolle, vernieuwende industriële ondernemingen. Onder welke voorwaarden zullen die investeringen kunnen gebeuren? En welke bedrijven precies komen daar dan voor in aanmerking? Tot zover mijn begrotingsvragen. Dan betreft de beleidsbrief. Ik verwijs nu naar pagina 18, betreffende het finaliseren van de hervorming van ONO-steun. Dat is een van de belangrijkste punten voor onze fractie. Dat is die hervorming van die economische innovatiesteun. Na de opstart van het fusieagentschap Flaio in 2016 werd een traject opgestart waarbij alle economische en innovatiesteun aan bedrijven zouden worden doorgelicht in functie van een grondige hervorming van de steuninstrumenten. Deze hervorming moet vooral de drempels voor KMO's verlagen. De eerste stap werd reeds gezet met de hervorming en vereenvoudiging van de KMO-portefeuille en ook het samenvoegen van enkele instrumenten voor de nieuwe KMO-groeisubsidie. Nu, voor de overige instrumenten zou nog een doorlichting en screening gebeuren in de loop van 2016. Vorig jaar zei u dat u een concreet resultaat ging hebben tegen einde 2016. Nu, de beleidsbrief stelt dat de hervorming wordt gefinaliseerd in het komende beleidsjaar. Dat lijkt allemaal te duren, maar we hebben er ook begrip voor. Dat is ook niet zo evident. Het is ook een oefening die moet gebeuren, zodanig dat het instrumentarium dat u nu uitwerkt, dat ook enige tijd kan gebruikt worden en stabiel kan blijven. Hè. Nu, dus mijn vraag is van, kan u wat toelichting geven over die hervorming en wat is eigenlijk de finale timing? Dan dezelfde pagina 18, de beleidsbrief, verlenging van het steuntraject. De mogelijkheden, dus ik citeer even, de mogelijkheden tot verlenging van het steuntraject in directe koppeling met een ONO en I-projecten worden geïntegreerd in de ontwikkelingsprojecten. Voor alleenstaande verlengingstrajecten zonder dergelijke koppeling wordt de haalbaarheid onderzocht van een specifieke oproep in de eerste helft van 2018. Dus ik begrijp dat bedrijven die al steun hebben gekregen om een product of een dienstverlening te ontwikkelen, en dat is bijna klaar, dat die eigenlijk eventueel extra steun kunnen vragen om dat te testen. Ik denk dat dat op zich een goede zaak is. Zeker voor diegenen die al steun hebben gekregen. Zij moeten hun traject kunnen finaliseren. Maar we bleven toch een beetje op onze honger zitten. De uitwerking van de maatregel wordt eigenlijk al heel lang in het vooruitzicht gesteld, maar die is er nog altijd niet. Dus is eigenlijk onze vraag van, kan u de stand van zaken wat nader toelichten? Dan verwijs ik naar het e-loket op pagina 27. Het e-loket zal in 2018 in een eerste versie gelanceerd worden en zal de ondernemer toelaten het statusoverzicht te raadplegen van zijn lopende dossiers voor de KMO-portefeuille en ook de hinderpremie van het agentschap Innoveren en Ondernemen, de Vlaamse ondersteuningspremie en aanwerving incentive voor werkzoekenden van het departement Werk en Sociale Economie en het platform Duaal Leren van Sintra Vlaanderen. Nu, een van de ambities in het streven van een ondernemersvriendelijke overheid was dus die invoering van het e-loket. De beleidsbrief kondigt dus aan dat de eerste versie in 2018 voornamelijk zal gaan over die instrumenten KMO-portefeuille en hinderpremie. Dat is een eerste stap, maar beantwoordt eigenlijk nog onvoldoende aan de ambities van het regeerakkoord. Die gaan eigenlijk echt uit van een digitaal loket waar de ondernemer terecht kan voor al zijn vragen aan de Vlaamse overheid. Dus mijn vraag is...
Wanneer zullen ook de andere domeinen eigenlijk toegevoegd worden, zodanig dat het eigenlijk een compleet aanbod wordt? En welke finaliteit voor dit e-loket ziet de minister uiteindelijk? Dus welk einddoel heeft u voor ogen en ook de timing zouden wij graag weten? Dan verwijs ik naar pagina 26. Dat gaat over de front office van Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. U weet, beste minister, het is mijn stokpaardje om iedere keer die complexiteit van die subsidies aan te kaarten. Op zich vind ik het zeker geen slecht idee om in plaats van er jaren en jaren over te doen om te vereenvoudigen, om eigenlijk die complexiteit, laten we zeggen, intern te houden en dus de ondernemer naar Vlaio te laten gaan. En dan moeten de mensen van Vlaio eigenlijk de ondernemer wegwijs geven. Nu, wij denken dus dat dat een hele goede aanpak is en dat dat dus eigenlijk ook een soort van toegankelijkheid gaat creëren. Vlaio, mijn vraag is, Vlaio is nu 2 jaar operationeel. De fusie van het vroegere agentschap ondernemen en het vroegere IWT was niet gemakkelijk, maar is wel achter de rug. Komt er binnenkort een evaluatie van die fusie? Ik dacht dat ik ze ook al had gesteld in een vraag om uitleg enige tijd geleden. Dan verwijs ik ook naar de afschaffing van de vestigingswet, pagina 16. Uiteraard zijn wij liberalen heel tevreden met de beslissing om de vestigingswet voor gereglementeerde beroepen af te schaffen, omdat ze dus de drempel naar beneden haalt om te ondernemen. Maar collega Christiaans had het ook al aangehaald, we mogen het kind ook niet met badwater weggooien, maar wij zien dat in een andere context. Ik denk dat er nood bestaat om een soort van alternatief uit te werken waarbij niet alleen de start van het gereglementeerd beroep wordt geëvalueerd aan de hand van zo'n van die vestigingswet, maar dat er dus een alternatief moet bestaan om een soort van evaluatie te doen van de ganse loopbaan. Dus wij zijn ook tevreden dat u dat aangeeft in de beleidsbrief, dat u aan zoiets gaat werken. Hè. Dat kan een kwaliteitslabel zijn of iets anders. Maar u verwijst ernaar en ik ben benieuwd en heel curieus, dus ik kan u al eens een tip van de sluier oplichten. Maar ik zie u precies nee knikken. wat zegt u? Ja, ja. Ja, dan durf ik het bij deze toch ook aan om iets aan te kaarten dat niet in de beleidsbrief staat, maar het viel ons eigenlijk wel op en dat gaat over PMV. PMV heeft heel wat huiswerk meegekregen van het Rekenhof. Hè. Dus die hebben een audit gedaan en ze hebben aangegeven dat er moet gewerkt worden op een vereenvoudiging van structuur, meer transparantie, financiële verantwoordelijkheid, verbeteren van governance. Raad van bestuur zou onvoldoende transparant werken en zo verder. Voorbije jaar zou werk gemaakt worden van de implementatie van die aanbevelingen, maar de beleidsbrief vermeldt daar niks over. Ja, dus onze vragen zijn van hoe ver staat u met de uitvoering van die aanbevelingen? PMV hanteert ook sinds kort een nieuwe filosofie waarbij dat de ondernemer kan aankloppen bij PMV zonder zelf op zoek te moeten gaan naar het juiste instrument. Zijn daar al resultaten van te zien? Dan heb ik nog een vraag in verband met de hervorming van de initiatieven ter stimulering van de kennisdiffusie. Vlaanderen staat eigenlijk aan de top van wetenschappelijk onderzoek, maar er is eigenlijk nog een beetje te weinig doorstroming naar de praktijk, naar onze bedrijven. In 2016 gaf u aan dat binnen Vlaio een traject was opgestart voor de hervorming van de initiatieven om kennisdiffusie te stimuleren. Het ging onder andere om de lids van de hogescholen. Die werking werd eind 2016 werd die stopgezet. Ook de steun voor de VIS-innovatievolgers wordt stopgezet. Dus hoe ziet u de hervorming van het beleid ter stimulering van de verspreiding van kennis, voornamelijk richting KMO's en innovatievolgers? En op welke manier zal de kennis van de hogescholen en universiteiten toegankelijk gemaakt worden voor de bedrijven? Want ik denk dat dat
eigenlijk nog de laatste schakel is om die enorme kennis die wij in Vlaanderen hebben, die toch bij onze bedrijven te krijgen. En dan denk ik dat we een hele grote stap vooruit zetten. Ik heb nog twee vraagjes, we zijn er bijna door. De innovatieve overheidsopdrachten. Er is een poging geweest om in 2008 dat te introduceren, dus ook die innovatie bij de overheid erdoor te krijgen. Dat had toen weinig resultaat, maar u geeft daar toch een nieuw elan aan. En ik denk dat dat belangrijk is, dat wij ook als overheid daar een voorbeeld in geven. Nu, er werden reeds een aantal projecten goedgekeurd. De tweede oproep is lopende. Het inzetten van overheidsopdrachten is volgens onze fractie een heel goed instrument om innovatie te stimuleren en bovendien de werking van de overheid te verbeteren. Ook in andere landen is dat een praktijk die meer en meer opgang vindt. Nu, Vlaanderen staat hier minder ver dan andere landen, bijvoorbeeld Nederland. En het is de verdienste van deze regering om het beleid een nieuw elan te geven op basis van lessen van het verleden. Een van die problemen bijvoorbeeld gaat eigenlijk over het formuleren van de voorwaarden in tenders. Zo vraagt de overheid om bijvoorbeeld de cijfers van de laatste 5 jaar, boekhoudkundige cijfers te geven, om alsnog te kunnen deelnemen als start-up of innovatiebedrijf aan een tender. Er zijn heel wat start-ups die dus daarom uit de boot vallen, omdat die simpelweg nog geen 5 jaar bestaat. Dus ja, ik hoop dat u die signalen opneemt, hè, om alsnog die bedrijven ook kans te geven, zodanig dat we die innovatie ook bij de overheid er sneller doorkrijgen en liefst dan nog met, onze Vlaamse innovatieve start-ups. En dan tenslotte heb ik nog een vraagje over Flanders Make. Vlaanders MEEC moet als relatief jong strategisch onderzoekscentrum een cruciale rol spelen in de versterking van de concurrentiepositie van de Vlaamse maakindustrie. De uitdagingen en de veranderingen zijn enorm groot, zeker in het kader van digitalisering, 3D-printing en zo verder. Na de evaluatie van Vlaanders MEEC zal een nieuwe convenant worden onderhandeld voor de periode 2018-2020. We zijn nu bijna einde 2017. Wat is de stand van zaken daar rond? Dank u wel. Dank u wel, collega Van Weesbeek. Ik graag het woord aan collega Talpen. Dank u, voorzitter. Ja, meneer de minister, u hebt de afgelopen jaren al heel wat zaken in gang gezet om te hervormen. En de sociale partners die hebben hier ook een belangrijke rol in gespeeld. Zeker als het gaat over het banenpact, het kwalitatief, het kwantitatief luik en het vormingsluik. Dus het staat bijna helemaal in muziek nu. Nu, het vormingsluik dat moet in het komende jaar het sluitstuk worden. En de contouren van die hervorming die liggen al vast in het huidige sporenakkoord. Maar het komende jaar zal u allicht nog heel wat zeilen bol moeten zetten toch, om alles uit te voeren. Nu, al een eerste concrete vraag. In uw uiteenzetting zei u dat we in zaken opleidingsinstrumenten slechter scoren dan het Europese gemiddelde. Maar het was me niet helemaal duidelijk over welke opleidingsinstrumenten dit precies ging. Misschien kunt u daar wat meer duidelijkheid over scheppen. En inderdaad, dat vormingsluik voor werknemers, dat zal een van de belangrijkste uitdagingen zijn van het volgende parlementair jaar. En ik verwijs eigenlijk naar een schriftelijke vraag die ik heb gesteld, waaruit dat bleek dat die 15% doelstelling voor deelname aan levenslang leren uit het PAC 2020 ja, met gemiddeld 7,1% nog ver afstaat van de doelstelling die we willen bereiken. Nu, we stellen ook vast dat er de afgelopen jaren geen toename is geweest, maar eerder in tegendeel. En dan zeker voor de groep van lage scholen was het nogal problematisch met een daling van 3,4% in 2011 naar 2,7% vorig jaar. Nu, er moeten uiteraard bij die cijfers wel enkele kanttekeningen geplaatst worden. We hebben het informeel leren die er niet meegerekend is. En ook de cijfers houden enkel rekening met de opleidingen gevolgd voor de referentieperiode van 4 weken. Nu, de essentie van mijn tussenkomst hier is wel dat we die uitbouw van een leercultuur dat we dat verder moeten stimuleren. En ik ben dan ook zeer tevreden dat dat gulden spoorakkoord dat een feit is. Enerzijds de hervorming en anderzijds ook de uitbouw van een sensibiliserend en flankerend beleid. Die komen dus echt als groepen. Dus ik hoop dat we hiermee een nieuwe basis leggen om die deelname aan dat levenslang leren in een snel tempo op te krikken, zodat we toch die doelstellingen
doelstelling van PAC 2020 zo dicht mogelijk kunnen benaderen. Nu, ter zake van die aanpak, hoe zit het met de uitvoeringsmodaliteiten ter zake? Want we vernemen dat er toch nog wat discussies zijn tussen de sociale partners rond de concrete toetsing aan de kernoriëntaties die toch bepalend zijn voor het akkoord. Kunt u daar ook even op ingaan? En dan gelinkt aan het Heldensporenakkoord hebben we het dualeren. Dat zit uiteraard een groot deel in het luik onderwijs, maar het departement werk is natuurlijk wel een onontbeerlijke partner, want het gaat toch over de werknemers van morgen. Nu, de regering heeft dus bepaald om het stelsel te laten ingaan vanaf volgend schooljaar. Nu, volgens WOCA, die was de vragende partij om niet langer te dralen, maar op het veld horen we toch signalen dat die 1 september dat toch niet zo gemakkelijk haalbaar zou kunnen zijn. Dus daar is mijn vraag eigenlijk, hoe ziet u het werkveld verder te ondersteunen en te stimuleren zodanig dat we tegen 1 september effectief kunnen het stelsel uitrollen? Nu, we hebben het regeringsbeleid van lastenverlaging, doelgroepkorting, onze activering. Maar onze Vlaamse economie werd ook een handje geholpen uiteraard door de internationale economische heropleving. En we hebben ook de pensioneringsgolf, waardoor het aantal jobs niet alleen groeit, maar dat er ook wat bestaande jobs eigenlijk terug vakant worden. Nu, de krapte op de arbeidsmarkt, we hebben hier al veel over gesproken, die laat zich uiteraard stevig voelen. En het aantal knelpuntberoepen en vacatures, dat groeit. Sommigen noemen dit een oud zeer, en anderen spreken dan weer van een luxe probleem. Dat hebt u tijdens de toelichting ook gezegd. Natuurlijk, op lange termijn legt het wel een hypotheek op onze verdere economische groei. Het is ook een afremming van productie en welvaart. En het is ook een opwaartse druk op loonvorming en loonkost. Dus ik had enerzijds een wat dubbel gevoel toen u zei dat dit een luxe probleem was. Ik denk dat het vooral ook is omdat ik als wat Vlaamse uit de regio, die daar heel veel, dat toch heel scherp voelt, dat bij mij dan toch wel zo hard aankwam. Nu, vanuit werkgevershoek, daar zijn er heel wat initiatieven, zoals die Tour de Wallonie van Unizo, om toch mensen aan te trekken. Maar natuurlijk, het is wenselijk dat we uit onze eigen arbeidsreserve optimaal kunnen eigenlijk mensen halen. En helaas natuurlijk, bij een dalende werkloosheid, stellen we vast dat er soms moeilijkst bemiddelbare werkzoekenden overblijven. Nu, ik was dan ook bijzonder tevreden in de beleidsbrief te lezen dat u samen met de minister van Onderwijs werkt aan het geïntegreerd EVC-beleiddecreet. Dat moet ingepast worden in dat competentiedenken waar we allemaal voor staan. Dus daar had ik ook graag even gehoord hoe dat dit loopt, hoe dat de besprekingen zijn. Zijn er eventueel belangrijke knelpunten? Ik hoop ook dat de nieuwe stelsels van wijkwerken en tijdelijke werkervaring, die starten ook voor werkzoekenden vanaf 2018, dat we nog meer mensen richting die knelpuntvacatures kunnen leiden. En tegelijkertijd hoop ik ook dat het nieuwe controle- en sanctioneringsplan van de VDAB dat goed uitgerold wordt, zodat we toch een evenwichtig beleid hebben wat betreft die wortel en stok. En ik wil er meteen aan toevoegen dat ook de werkgevers zich constructief moeten opstellen, niet alleen met realistische sollicitatie-eisen, en ook een open mind ten aanzien van oudere werkzoekenden en zeker ook andere kansengroepen, maar ook door het consequent verlenen van feedback, sollicitatiefeedback naar de VDAB. Ik denk dat dat belangrijk is dat ik dat hier ook nog even herhaal. Dan de interregionale mobiliteit, ook een aandachtspunt. Ik ben heel blij dat u een versterking aankondigt van de samenwerking tussen VDAB, Forum en Actiris voor een betere invulling van die knelpuntvacatures. Dat geldt dus ook weer heel hard in de grensstreek van West-Vlaanderen. Dus ik weet niet wat er daar al specifieke initiatieven op de rol staan. We zijn ook heel tevreden dat het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten inzake de omzetting van de single permit line er dit najaar zit aan te komen. Maar toch misschien nog even de concrete timing, najaar. Wat moeten we daaronder verstaan? En bijkomend vroeg ik me ook af of dat de VDAB al de oefening heeft gemaakt om die lijst van die knelpuntberoepen voor economische migratie, om dat te gaan actualiseren. Nu, en dan kom ik heel graag nog even terug op de spitsuurgeneratie. Dat zijn dus de mensen van 25 tot 45 jaar. Die groep heeft de hoogste graad van werkzaamheid in Hans Europa. Het is ook zij die langer zullen moeten werken. Het is ook de grootste vragende partij voor werkbaar werk. Maar de keerzijde is natuurlijk dat boven 45 jaar dat we dan minder goed scoren qua werkzaamheidsgraad. Dus de arbeidsmarkt die leek die maatschappelijke trend van 50 is het nieuwe 30 nog niet te volgen. Nu,
We zijn heel tevreden dat die werkhervattingstoeslag wordt omgevormd naar een transitiepremie voor die 45-plussers die een zelfstandige activiteit willen opstarten. Ik denk dat wij met onze fractie altijd beleid hebben dat we dat heel belangrijk vinden, dat we daar met de VDAB die doorstroom naar het zelfstandig statuut zeker meenemen. Die 45-plussers die hebben ook heel wat maturiteit, ervaring, ook willen ze vaak eigen baas zijn, ze hebben heel wat ambitie. Dus daar staan we dus zeker achter. Natuurlijk, de vraag stelt zich, we hebben de premie, maar zal er ook begeleiding zijn? Ja, dat ook heel belangrijk is in die opstart dat we hen nauw bij de hand nemen. Dus misschien kunt u daar nog even op ingaan. En die keuze voor de 45-plussers is een terechte en begrijpelijke keuze. Maar wat ons betreft zouden we dit ook graag zien te verruimen naar min 45-plussers. Uiteraard wanneer dit budgetair mogelijk zou zijn. Nu, discriminatie op de werkvloer, het is hier ook al aangehaald. We hebben de nieuwe sectorconvenanten, die dus verplicht acties zullen moeten bevatten over het tegengaan van die discriminatie. Nu, die nieuwe convenanten moeten op 1 januari of vanaf 1 januari van kracht gaan. Dus ik hoop dat die stilaan toch gefinaliseerd zijn. Dus ik had daar ook graag een stand van zaken gehad. En in het bijzonder had ik ook graag weten hoeveel van die convenanten eigenlijk effectief het gebruik van die mystery calls zullen voorzien en welke andere concrete acties daar hoofdzakelijk aan bod komen en hoe dat u de efficiëntie of de effectiviteit daarvan inschat. Dan ook kort even over die elektronische dienstenchecks, die overstap. Ja, dat blijft natuurlijk een zorgenkind. Sodexo heeft al heel wat miljoenen euro boetes betaald omdat ze die drempel niet halen. Nu het contract is verlengd met een jaar en Sodexo zou moeten uitpakken met een nieuw actieplan om dat percentage van die e-checks toch gevoelig te verhogen. Nu, de vraag aan u is van ja, wat gaat men dan concreet doen bovenop zodanig dat dit kan een succes zijn en wat dan na 2018 zullen we dan die ambitie wat aanpassen in het volgende contract. Daarop aansluitend zag ik in de beleidsbrief ook niets over de evaluatie van de afschaffing van het 60% materiaal, terwijl dat eigenlijk net, de conclusie was eigenlijk net positief, hè, dat dat niet heeft geleid tot een gevoelig kleiner aandeel van die werkzoekenden en leefloners in het dienstenchecksircuit. Dat is niet helemaal onlogisch, we hebben de krapte op de arbeidsmarkt. En de VDAB speelt daar ook goed haar rol, maar mijn vraag is eigenlijk hoe dat de VDAB die doorstroom naar het dienstenchecksircuit van die laaggeschoolde allochtonen en ouderen nog kan verbeteren. Dan nog even over het wijkwerken. Dus vanaf 1 januari moet dat dus in de praktijk worden toegepast. In de activiteitenlijst zien we nog altijd die poetshulp en strijken staan. Nu, weliswaar gaat het om activiteiten die door de voormalige PWA'ers, die nu wijkwerkers van onbepaalde duur worden, zullen worden verricht. Dus een uitovende activiteit. Maar hoe moeten we dat juist interpreteren, dat uitovende? Geldt er een instroomstop voor zowel wijkwerkers als voor klanten? Ik zal een voorbeeld geven. Als een klant stopt met een beroep te doen op wijkwerken voor poetshulp of strijken, komt er dan een andere voor in de plaats of moeten ze dan terecht in de dienstenchecksector? En anderzijds stellen we ook vast dat heel wat PWA-VZW's hun dienstenchecactiviteiten aan het afstoten zijn. En daar staat ook de vraag of dat die werknemers in die PWA-DCO's, of dat zij ook kunnen op die terugkeermogelijkheid beroep doen en tot aan hun pensioen daar blijven in hangen, in zekere zin. De centrale speler op de markt van arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding is uiteraard de VDAB. We merken ook dat de VDAB heel wat acties onderneemt naar verschillende doelgroepen van werklozen. Bijvoorbeeld waren we heel blij met het initiatief om NEET-jongeren, die zich dus uit zichzelf niet inschreven als werkzoekenden, om die naar de VDAB-werking toe te leiden. En die koppeling tussen de databank, onderwijs en werk zal daar heel belangrijk in zijn, een heel constructieve bijdrage. Dus ja, daar vroeg ik me af op welke termijn dat u dit realiseerbaar zijn en welke eventueel praktische of juridische knooppunten of knelpunten nog moeten opgelost worden. En naar de langdurige werklozen vernemen we dat de VDAB werkt aan een versnellingsplan. Het principe werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van begin deze maand. En begin december zou er een concreet actieplan ter zake moeten worden voorgelegd. Dus daar ook even de stand van zaken. Nu, naar wat dat wij vernomen hebben, zou de VDAB via tendering de screening en bemiddeling van deze langdurige werkzoekenden uitbesteden. Maar dan wel op zo'n manier dat de externen bij de VDBA het werk van consultant komen verrichten. Insourcing, als ik het zo mag noemen. Dat lijkt ons
een zeer marktconforme formule. Maar ik had toch graag even van u willen horen of dat dit klopt en hoe dat dit precies zal worden aangepakt, die tender, en ja, uiteraard ook wat het kostenplaatje is. En dan nog over dat versnellingsplan wordt ook geopteerd voor het instellen van opleidingsvouchers voor werkzoekenden. Complementaire opleidingen, traject naar werk, korte opleiding tot knelpuntberoepen of knelpuntcompetenties. Dat lijkt ons ook een juiste maatregel die de rol van de VDAB als regisseur op die manier correct invult. Maar hoe zullen die opleidingschecks er concreet uitzien? Kunt u daar ook wat, welk budget is voorzien? Dus daar had ik graag. En welke werkzoekenden ook wil u hiermee bereiken? Ik denk dat dat heel interessant is. En dan tot slot, kort, er zou ook sprake zijn van de hervorming van de IBO-vergoeding. Dit zou op de... Ja, IBO-vergoeding, ja. En wel, als u daar ook nog even kunt nader op ingaan. Dank u wel. Dank u wel, collega Talpen. Dan gaan we naar de N-VA-fractie. Wie mag als eerste? Collega Griffoir, u heeft de eer en het woord. Dank u. Ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat we Vlaanderen op heden zien groeien. Economisch, meer jobs, rond innovatie enzovoort. En ik denk dat dat ook vooral te maken heeft rond een aantal speerpunten in het beleid. En als ik er een vijftal kort mag opsommen. Met de Vlaamse regering spelen we ook de rol van de voortrekker en accelerator. Vraag gestuurd in plaats van aanbod gestuurd. En dan verwijs ik bijvoorbeeld aan het meest recente, de Industrie 4.0, waarbij dat u ook heel sterk onderzoekt en voorstander bent om te kijken voor een fiber to the home concept, waar dat alle Vlamingen bij gebaat zijn en niet enkel de lucky ones. En heeft daar ook een agentschap innovatief ondernemen, die ook duidelijk de dienst staat van de ondernemer en waarvan dat ook een nieuwe front office in de maak is. Het tweede speerpunt dat we zien toch vanuit deze Vlaamse regering is dat er bruggen gebouwd worden tussen alle mogelijke organisaties om te gaan samenwerken enzovoort. We hebben het gehad over duaal leren, maar het is ook tussen Vlaanderen en Europa. Het is ook tussen de verschillende industrieën rond de speerpuntclusters en rond het uitgebreide Vlaio-netwerk. En een derde punt dat ik toch zie terugkeren, altijd door de regering en door u als minister, is dat u probeert zoveel mogelijk een helikopterview te hebben over alles wat dat er gebeurt en dus breder gaat dan enkel maar het enge domein van economie en innovatie, zeker waar economie heel veel nog federale bevoegdheden zijn, maar we hebben wel een helikopterview als we hebben over onderwijs terug, duaal leren, als we het hebben over leefmilieu, energie. De geothermiecentrale is daar een typisch voorbeeld van, waar u dan een samenwerking gaat met minister Tommelijn enzovoort. Verder, het punt dat ik zie terugkeren, ik noem het dan het horizontaal en het verticaal beleid. En wat bedoel ik met horizontaal beleid? Is dat u een integraal beleid voert, economie, werk, innovatie, dat is het horizontale. En dat u tegelijkertijd ook een sectoraal beleid voert, en dat is het verticale. En dus met andere woorden, de som van deze twee maakt ook dat we met Vlaanderen momenteel goed kunnen groeien. Als ik kijk ook op vlak van werk, daar is inderdaad een van de belangrijkste uitdagingen, dat is dan het vijfde puntje, dat is de arbeidsmarktkrapte. Ik denk dat dat een probleem wordt voor de komende jaren. We hebben eindelijk iedereen nodig op onze arbeidsmarkt en we gaan dat proberen te doen via duaal leren, wijkwerken enzovoort. Maar het wordt de hele uitdaging. Alle competenties, iedereen hebben we nodig op de arbeidsmarkt. En als ik een keer helemaal zot mag doen, collega Jasmin, ik heb een quote teruggevonden van Monica de Koning, die in 2013 zei als minister van Werk, al wie dat poten en oren heeft, zal moeten werken. En we zitten inderdaad in die situatie waar inderdaad, bijvoorbeeld West-Vlaanderen, zit dus echt straks misschien met een structureel tekort van een aantal beroepen enzovoort enzovoort. Dus ik denk dat dat eigenlijk een uitdaging is, maar eigenlijk is het een positieve uitdaging. Ik vind het veel leuker van te zeggen, we spreken van een arbeidsmarktkrapte, dan we moeten zeggen, we zitten met een enorme grote werkloosheid. Ik heb nog een paar vragen, als ik het zo mag uitdrukken, buiten het algemene. Het eerste is, u spreekt regelmatig over een vernieuwde convenant met Flanders Meek. En voor ons is het dan niet duidelijk
wat dan de synergie wordt met Meet Different, die ook vroeger een aspect was. Een tweede is over, u spreekt over 4 speerpuntclusters, maar als we kijken op het agentschap INO, spreekt men ook over de 5e al, dat is Flanders Food. Is dat omdat dat nog niet definitief rond is, dat dat nog niet als in de beleidsbrief verwerkt is, maar op de website vind ik er al 5 terug en in de beleidsbrief spreekt u ervan 4. Ten derde, als u spreekt over streven naar kwalitatieve invulling van de 3%-norm, dan, en dat is zeer positief, hè? Ik bedoel, in 2018 voorziet u 115 miljoen euro. Daar waar het eigenlijk oorspronkelijk voorzien was van in 2018, en dan spreek ik van wat we terugvinden bij de regeringsvorming, spraken we over 2018 van 0. Ja? Maar dus nu spreekt u van 115. En dan heb je anderzijds wat dat in de kranten soms staat, dat het aan het huidige tempo, dat we er niet gaan geraken in 2020 en dat we bijna 500 miljoen euro extra zullen nodig hebben. En mijn vraag is dan een klein beetje, ik veronderstel dat die 115 dan al zwaar tegemoet komt aan hetgeen dat we zo zet tekort zullen of kunnen hebben volgens de, wat dat we lezen. Dus uw ambitie voor alle duidelijkheid is dus fantastisch, is dus meer of hetgeen dat eigenlijk in het regeerakkoord staat. Maar de vraag is dan of we effectief die norm zullen halen. In verband met de fiber to the home, dus de digitale economie van de toekomst, ik ben er ook een enorme believer in. Het is niet voor niets dat ik in de commissie Energie het heel vaak heb over de digitale meter, dat we dan ook smart moeten maken, enzovoort, enzovoort. Er zijn heel wat toepassingen. We hebben het ook over smart cities die vorm begint te krijgen, zowel in Antwerpen, maar ik zie ook initiatieven in Limburg enzovoort. En dan heeft het u ook over, in 4.1, over wat dat voor u belangrijk is naar de toekomst toe. Als we spreken over fiber to the home, en u haalt de 4 doelstellingen op. Capaciteit, dekkingsgraad, de openheid en de prijs. En dat zijn eigenlijk de 4 basisdoelstellingen. En u zegt er ook, ik ga in dialoog gaan met de markt. En dat was dan mijn vraag, is er al een tijdslijn waar dat je ongeveer denkt van uit te komen bij dat dialoog met de markt en wanneer dat wat dan eventueel zou beslist worden, al dan niet. Dan een vraag over detailhandels- en handelsvestigingsbeleid. Was normaal gezien voorzien voor 1 januari 2018, maar ik hoor dat het zou 1 maart 2018 worden en daar ook graag eventueel duidelijkheid omtrent. Met hetgene die ik ook hoorde van collega's, de minder hinderpremie, ik denk inderdaad, het is een prachtig initiatief en ik denk niet dat we dat zomaar mogen laten vallen. Maar er zouden blijkbaar inderdaad wat kinderziektes inzitten door het feit dat KBO-nummers niet kloppen met de effectieve nummers. Door een foutieve ingave, hoe, dat weet men niet. Maar dus dat het KBO-nummer die daarin staat en dus daardoor die automatische toekenning niet altijd vlekloos verloopt. Dus ik denk dat het misschien nuttig zou zijn dat we met de spelers hierover een evaluatie doen om te kijken of inderdaad daar die kinderziektes in zitten en of ze digitaal op te lossen zijn, al dan niet. En de opmerking rond de speerpuntclusters, hoe je KMO's kunt inbetrekken, of wat dat voldoende zal lukken, is ook een van mijn bezorgdheden. Ja. Ik denk inderdaad dat in een DNA van een KMO het soms moeilijk is om de mensen te overtuigen van te gaan netwerken. En netwerken, daar ben ik 100% van overtuigd, daar draait uiteindelijk een groot stuk economie op. Ons kent ons, en, maar kent ook uw buur en, enzovoort, enzovoort. Ik heb het zelf vroeger gedaan bij, ik was vroeger voorzitter van de UNESO-afdeling. We hebben op een bepaald moment gewoon weg de ken uw buuractie gedaan. Gaan kijken, het bedrijf in mijn buur, wat doet hij? En dan vernamen als we die bedrijven samenbrachten, dat bijvoorbeeld een leverancier materiaal ging gaan halen in Limburg, dat we het even om de hoek kon gaan halen, omdat het hetzelfde materiaal was, maar je het niet wist. Ja? Dus, maar het zit niet in de DNA. Dus ik denk inderdaad dat dat een aandachtspunt is in de speerpuntclusters. Het is mooi geformuleerd als doelstelling, maar hoe krijgen we dat eruit? Dan omtrent statuut van student-ondernemers. Heeft u wat zegt op of wat dat statuut effectief aanslaat? Want we hebben daar toch
op federaal niveau toch, denk ik, goed de inspanning gedaan. En daar ook tot een duidelijk statuut gekomen. Dus de vraag is eigenlijk, ja, als je dat nu bekijkt na toch een jaar geleden dat dat gestemd geweest is federaal, staat er nu aan bij dat statuut, studentondernemers. Ik las ook dat de startlening plus van PNV is uitgebreid naar studentondernemers, zodat ook zij van deze laagdrempelige financieringsmogelijkheid kunnen gebruikmaken. En heeft u daar zicht op of had er daar inderdaad gebruik van gemaakt wordt door studenten? En mijn laatste vraag is omtrent de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden. Waarbij dat we inderdaad zien dat uit cijfers dit niet echt aansloeg. En de vraag is dan, als het inderdaad zou blijken dat dat niet echt zou werken, of we dan moeten kijken naar ander soort maatregelen om dat te doen, al dan niet. Maar ik zie u al knikken, dus heeft al het antwoord te geven. Oké, next. Dank u wel, collega Griffroy. Dan geef ik nu graag het woord aan collega Van Ietvelde. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is al heel veel gezegd en al heel wat vragen gesteld. Ik ga proberen van zo concreet mogelijk to the point te komen. Ik zou willen beginnen met het duaal stelsel van leren en werken. Ik denk dat daar al heel wat werk in geleverd is. Ik denk dat we daar zeker en vast goede stappen in de richting zetten en dat we daar op schema zitten. Nu, ik heb daar eigenlijk een concrete vraag rond. Er wordt een nieuwe ESF-oproep gelanceerd en dan gericht op de sectoren, de werkgeversorganisaties en de lokale samenwerkingsverbanden. Kan u daar eventueel iets meer over zeggen of iets meer vertellen wat die ESF-oproep dan concreet zal inhouden? Nu, naar het kwaliteitstoezicht op die duale trajecten. Gaat men in het najaar 2017-18 gaan die verder op punt gezet worden via try-outs, duaal leren in het kader van die inspectie 2.0. En op basis daarvan zal dan een samenwerkingsprotocol worden afgesloten tussen Sintra Vlaanderen en de onderwijsinspectie. Moet ik dat eigenlijk vooral zien als dat er bijvoorbeeld een specifieke inspectie gaat komen als er misbruik zou zijn van de student of van de leerling? Of zijn daar eigenlijk nog andere toepassingen op? Wat betreft het inzetten op die betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en dan vooral toch om die ongekwalificeerde uitstroom uit te vallen, zou ik even over de NEET-jongeren willen hebben. Men tekende begin dit jaar een overeenkomst tussen de ambassade en de VDAB om toch jongeren maximaal te informeren en te begeleiden richting een kwaliteitsvol arbeidsplaats. Ik denk dat dat heel goed is, want dat de ambassade toch ook wel de instelling is bij uitstek die jongeren kan bereiken op een manier dat misschien niet altijd voor de hand ligt. Nu, die overeenkomst die duurt 4 jaar lang. En tijdens die periode zullen de beide partners elkaar informeren en expertise uitwisselen. Ik vind dat heel goed dat dus dat gaat gebeuren, dat dat ook jaarlijks zal worden geëvalueerd. Nu, we zien wel dat Vlaanderen beter scoort dan de andere regio's in zaken de begeleiding van NEET-jongeren. We behalen de Europese doelstellingen al in Vlaanderen. Maar ik denk dat we toch moeten blijven inzetten op een passend aanbod. En wordt er buiten de lokale besturen en de jongerenorganisaties ook nog naar andere partners gezocht voor die specifieke aanpak van de NEET-jongeren? Nu, de VDAB gaat een structurele samenwerking uitbouwen met de Centra voor Basiseducatie omtrent de geletterdheidsopleidingen, dus vooral dan naar die digitale vaardigheden uit rekenen, taal voor werkzoekenden. Naar de toekomst toe bestaat de kans dat de vraag vanuit de scholen nog zal stijgen. Met duaal leren en werken en een betere aansluiting onderwijswerk zal er nog onderzocht worden of er nog meer mogelijkheden zijn om de VDAB-infrastructuur te delen, zoals bijvoorbeeld, ik denk dan aan een uitbreiding van de openingsuren. Wat de ondernemingscompetenties versterken betreft, komt er eigenlijk in het najaar nu van dit jaar, kwam er van Sintra een nieuw actieplan waarbij dan nieuwe innovatieve flexibele trajecten zouden worden erkend. En dan vroeg ik me af aan welke opleidingen, trajecten men denkt en zijn die dan aangepast aan de veranderende digitaliserende economie en de arbeidsmarkt. Wat het
arbeidsmarkt en loopbaangericht uitbouwen van het vormings- en het opleidingsaanbod voor werkzoekenden betreft, komt er ook een actieplan. En via drie wegen wil de VDAB dus een antwoord bieden om die krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Door een snellere screening en doorverwijzing van werkzoekenden, meer opleidingen uitbesteden en mobiele opleidingen in de buurt van werkzoekenden en openstaande vacatures. Dat plan werd op 8 november op de Raad van Bestuur van de VDAB voorgesteld. En kan de minister ook al meer concrete details vertellen over dit actieplan? Meer synergie en doelmatigheid in de opleidingsinstrumenten voor werknemers. Dan denk ik vooral ook aan het operationaliseren van het Gulden Sporenakkoord. Die verdere verfijning van die vijf bouwstenen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat volgend jaar kunnen uitrollen. Want levenslang leren moet eigenlijk toch wel de norm worden in het loopbaandenken van de toekomst. Dat is heel belangrijk. En in welke fase van het onderhandelen met de sociale partners zitten we nu, dat had ik eigenlijk graag geweten. Zijn er reeds sluitende afspraken over de jaarlijkse evaluatie van die opleidingen? Bijvoorbeeld als een opleiding niet meer actueel is of niet meer arbeidsmarktgericht genoeg is. Dan had ik heel graag ook nog eens willen tussenkomen op die dienstenchecks. Dus ik heb er al in het verleden heel wat vragen over gesteld. Dus, en ook uit een recente schriftelijke vraag van mij blijkt dus dat Sodexo terug te kampen heeft met een boete. Ik hoop van harte dat dat volgend jaar echt beter verloopt met Sodexo en dat er voldoende overleg tussen zowel Sodexo als het kabinet, maar ook de administratie en natuurlijk de dienstencheckbedrijven blijft bestaan. Ik heb daar eigenlijk één concrete vraag rond. Kunnen er eventueel nieuwe boetes komen tijdens de verlenging in 2018, wanneer dat zou blijken dat ook de doelstellingen niet behaald zullen worden in het komend jaar? Dan had ik ook op het wijkwerken nog even willen ingaan, of dieper willen ingaan. Dat gaat van start vanaf 1 januari. We kijken daar geweldig naar uit. In een van de vorige commissievergaderingen sprak u van een dekkingsgraad van ongeveer 84% in Vlaanderen. Ik vroeg me af of daar hier nog vorderingen in zijn. Ik werd zelf door meerdere steden en gemeenten gecontacteerd, aangezien het nu toch overal op de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Hoe zit het met de uitbesteding van de checks? Ik vernam ook via verschillende PBA's dat hier wat vertraging op zit. En dat zij vrezen dat dit nooit tegen 1 januari zal klaar zijn. Nu, de toeleiding naar wijkwerken door VDAB is tweeledig. Enerzijds zal de VDAB de huidige PBA-werknemers screenen. Om na te gaan wie naar wijkwerken kan en zal overstappen. Dat is eigenlijk al een tijdje geleden gestart. Anderzijds treft VDAB de nodige voorbereidingen om de toeleiding naar wijkwerken vanaf 1 januari 2018 in de reguliere werking te integreren. Hoe zit het met de screening van de vorige PBA's? Zit dat ook op schema? Gaat dat ook klaar zijn tegen 1 januari? U stelde ook dat er een communicatiepakket wordt voorbereid om potentiële nieuwe gebruikers over wijkwerken te informeren. Ik had eigenlijk graag hier de stand van zaken vernomen en overliep eventueel overleg met onderwijs hierover. Wat zal er ook gebeuren met de resterende reserves van de huidige PBA's? Wat het realiseren van het aanbod op maat voor alle werkzoekenden betreft, weet ik dat de VDAB wil door middel van een koppeling van de databanken tussen onderwijs en werk de mogelijkheid bekomen om een passend aanbod te voorzien. Denk dan vooral ook terug aan die ongekwalificeerde NEET-jongeren die nog niet geregistreerd zijn bij de VDAB. Nu, de VDAB heeft een aanpak op maat in partnerschap met de lokale besturen en de jongerenorganisaties, waarin onderzocht wordt welke communicatie werkt, hoe we ze het beste kunnen bereiken en wat de kritische succesfactoren zijn om hen toch te bereiken en aan de slag te krijgen. Ik vroeg me af of er nog acties gepland zijn om databanken tussen onderwijs en werk te koppelen om op die manier een betere toeleiding van jongeren naar de VDAB te garanderen. Dan had ik toch ook nog iets willen zeggen over werk- en de zorgtrajecten. De mensen die dus niet terecht kunnen in het traject van wijkwerken of de tijdelijke werkervaring of die uit de boot vallen in andere systemen komen vaak in een
voer op een dwaalspoor. Met het nieuwe decreet werkwelzijn werd er wel een opvangnet opgezet. Dus mensen die niet toelaatbaar zijn en die met andere woorden niet meer thuis horen op de arbeidsmarkt, kunnen een kwalitatief aanbod dagbesteding krijgen in welzijn. Ik vind dat heel goed dat de minister hier een duidelijk engagement opneemt en daar ook budget voor heeft voorzien. Nu, voor mensen met een medische, mentale, psychische of sociale problematiek, die hebben het vaak zeer moeilijk op de arbeidsmarkt en vanuit de verschillende beleidsdomeinen hebben we allemaal instrumenten om hen te helpen. Maar tot vandaag werken die toch soms naast elkaar. Nu, ik denk door de werkzoektrajecten zetten we toch expertise samen in. En denk ik dat we alle werkzoekenden, hoe bijzonder ook een persoonlijke problematiek, op een korte of hopelijk op middellange termijn gericht kunnen toeleiden naar een bepaalde arbeid of zinvolle arbeidsmatige activiteiten of naar de gepaste zorg. Ik vraag mij ook af, gaat dit voldoende zijn en zal er in de loop van worden bijgestuurd in dat dan, indien dat, dat nodig zou blijken? Ik weet, dat is een beetje koffiedik kijken op deze moment, maar zou daar ook nog kunnen bijgestuurd worden? En dan, wat betreft het versterken en het uitbreiden van het activeringsbeleid rond controle en sanctionering, is het goed dat er meer sancties werden uitgesproken zijn en dat de cijfers beter zijn. Mogen we hier stellen dat het actieplan nog altijd op kruissnelheid zit en vanaf januari ook op basis van de competenties? Hoe zal dit worden meegenomen bij de bemiddelaars van de VDAB? En komen hiervoor nog specifieke richtlijnen? En wat als de werkzoekende toch een job zou weigeren op basis van zijn competenties? Dat zijn mijn vragen die ik voor u had, meneer de minister. Dank u. Dank u wel, collega Van Eetvelde. En dan geef ik nog graag het woord aan collega Remen. Dank u wel, voorzitter. Goedemorgen of goedemiddag, collega's. Ja. Ik ben de hekkensluiter, denk ik. Ik ga niet te veel in herhaling proberen te vallen. Excuseer me als het toch is, want er is al veel gezegd. Meneer de minister, toegang tot ondernemerschap. Ik zeg altijd, we kunnen dat niet genoeg toegankelijk maken, het ondernemerschap. En dan kom ik terug op het ontwerp, decreet, attest bedrijfsbeheer. Dat is een goede zaak, dus dat het attest wordt afgeschaft. Past niet meer in deze tijdsgeest. Maar toch mijn vraag, wat is de impact voor het bevorderen van ondernemerschap en de toegang tot het beroep? Want ik zeg altijd, goed begonnen is half gewonnen. Een goede voorbereiding voor een beginner of een starter is essentieel. Er zou een actieplan opgezet worden, heb ik vernomen. En heeft u hierover al concrete voorstellen? Dan, in het kader van het opleidingsaanbod, waar mogelijk een stage op de werkvloer wordt voorzien, zou er een ambitie zijn in 2018... om verschillende vormen van werkplek leren op elkaar af te stemmen en ook aantrekkelijker te maken, zeker voor de kleinere bedrijven. Maar op dit moment ondervinden veel bedrijven te veel administratieve romslomp om effectief als voorbeeld of bijvoorbeeld op te treden als werkplaats. Zal u, meneer de minister, hier iets aan kunnen doen? Punt 7, meneer de minister, uitbreiden van het het inzetten op een geïntegreerd taal- en werkbeleid. Had ik ook een concrete vraag. Ik citeer uit de beleidsbrief: we dienen meer in te zetten op opleidingen op de werkvloer. En volgens ruwe schattingen hebben bijna 4 op de 10 asielzoekers zich de voorbije 2 jaar bij de VDAB ingeschreven en een baan gevonden. Maar nog meer dienen OCMW's, lokale besturen, agentschap integratie en inburgering en de opvangcentra, moeten we ze oproepen om mensen naar ons door te sturen. Eind juni 2017, met afbeeldingen en werktekeningen, zullen VDAB-instructeurs anderstalige werkzoekenden met technische competenties voortaan screenen. Dus op die manier is voor die mensen met een migratieachtergrond taal niet langer een obstakel om aan te tonen dat ze een job kennen. Vandaar mijn vraag, kan de minister ons vertellen hoe die taalarme screening zal verlopen? En is dit succesvol als het al gebeurd is? Dan het ontginnen van buitenlands tewerkstellingspotentieel. Daar is ook nog niet veel over gevraagd geweest. Er zouden nieuwe krijtlijnen worden uitgetekend voor het aantrekken en het behouden van buitenlands talent.
het beleid zal aangepast worden aan de Europese vereisten in zaken seizoensarbeid, ICT, onderzoekers en stagiairs. Er zal bekeken worden hoe buitenlands talent een oplossing kan bieden voor de noden op onze Vlaamse arbeidsmarkt, meer bepaald de krapte. Wanneer mogen we dit actieplan omtrent buitenlands talent verwachten? Een beetje een timingvraag. Investeren in een vereenvoudigde dienstverlening op maat. We hebben dus de fusie van agentschap ondernemen en innoveren, waarbij de nieuw klantgerichte aanpak de ondernemer centraal plaatst. Een concrete vraag, meneer de minister, is de viervoudige oriëntatie en begeleiding vooral gefocust op de business case van een starter, of zal die front office ook een tool zijn over het volledige ondernemerstraject? Waken over de concurrentiekracht van onze ondernemingen. We weten die steunzones, ontwrichte zones, die zijn nu uitgebreid voor Limburg begin dit jaar of maart dit jaar. Er zijn bedrijven toegevoegd zoals Seamine, Agropolis en nog andere. Een concrete vraag, meneer de minister. Heeft u een actuele lijst van bedrijven die op dit moment gebruik maken in Limburg van die ontwrichte zone maatregelen voor extra tewerkstelling in de bedrijven? Dan het activeren van ambitieus ondernemerschap, met meer bepaald het activeren van een begeleidingsaanbod in alle levensfasen van de ondernemer. Zal dit aanbod voldoende transparant weerspiegeld worden in de nieuwe front office van het agentschap Innoveren en Ondernemen? En zal er ook voldoende aanbod zijn voor een nodig digitaliseringsaanbod en begeleiding van onze KMO's? Gezien de evolutie die toch wel erg belangrijk is. En dan mijn laatste vraag gaat over ondernemingen in moeilijkheden. We hebben dus een structurele partner voor begeleiding en kennis aan zelfstandigen in moeilijkheden. Dus waar DIZO curatief werkt voor ondernemers in moeilijkheden, zal er ook aandacht geschonken kunnen worden aan preventieve maatregelen, preventieve ondersteuning, om zo armoede bij zelfstandigen en faillissementen te voorkomen. Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Dank u wel, collega Riemen. Ik kijk even naar de minister, maar ik denk dat hij heel graag zou antwoorden op de gestelde vragen. Idealiter kunnen we vandaag ook de tweede replieken doen, maar we zitten sowieso met een deadline van 12:50. Dus we zullen zien waar we landen, neem ik aan, na de antwoorden van de minister. Collega Botuyne. Ik zou uiteraard graag hebben dat de minister antwoordt, maar gezien de hoeveelheid van de gestelde vragen en als ik rond mij kijk, de beperkte aanwezigheid van de collega's, denk ik niet dat dit zinvol is. De commissies duren tot 12:00, 12:30, 12:50 is misschien een mogelijkheid in uw agenda vandaag, meneer de minister, maar ik vrees weinig collega's hun agenda. Dus ik weet niet of het echt zinvol is om nu een kwartiertje de eerste hand... Ja, maar ik denk dat er niemand nog zal zijn, meneer de minister. Wel, of 20 minuten, ja, 25 minuten, maar dan nog. Ik denk niet dat dit echt zinvol is om nu van start te gaan met een heel beperkt aantal antwoorden. We verwachten ook meer dan iets in de vlucht van antwoorden, natuurlijk. Het is een discussie in de diepte. Ja, mag ik daar wel op antwoorden? Natuurlijk, ik begrijp wat u zegt. Natuurlijk, een beleidsbrief geeft aan wat je het volgend jaar gaat doen. En jullie vragen detailvragen over wat ik nu zeg dat ik ik moet in opmaken in augustus. En ik weet in augustus wat ik wil doen, maar ik heb alles niet in detail uitgewerkt, want dan hadden we het al vorig jaar meegepakt. Er zijn een heel pak van die vragen, ook heel gedetailleerd. Ik neem een van de laatste vragen van collega Remen. Welke bedrijven in Limburg hebben, dat is een schriftelijke vraag. Dus er zitten wel wat vragen die in de loop van het jaar een vraag om uitleg of een schriftelijke vraag waard zijn, denk ik. En die we dan meer in concreet kunnen bespreken hier in de commissie. Ik denk dat ik maar jullie bepaalde werkzaamheden, dat ik in 25 minuten de vragen die ze gesteld zijn, zonder de detailvragen, dat ik die kan antwoorden. Omdat ook al heel wat van die discussies in deze commissie zijn gebeurd, maar jullie bepalen de werkzaamheden en ik zal mij daarnaar schikken. Kan eens collega
Anouri. Ja, ik begrijp uw enthousiasme zeer goed, meneer de minister. En ik ben er ook mee. Ik geloof als u zegt dat u op 25 minuten kan antwoorden. Het is alleen maar zo, voor mijzelf, ik heb een commissie die begint om 1 uur. Dus ik kan te laatst tot 12:30 blijven, omdat ik ook nog dingen daarvoor moet voorbereiden. Het is de bijzondere commissie seksueel grensoverschrijdend gedrag met de hoorzitting met de betrokken ministers. En ik denk gewoon voor het debat zelf, dat we met u willen voeren, dat het misschien wel handig is om gewoon volgende week ineens alles mee te nemen en dat we dan ineens op elkaar kunnen inspelen. Dat is mijn persoonlijke mening. Als de meerderheid van de collega's vindt dat u nu al mag antwoorden, dan blijf ik hier vol enthousiasme zitten de komende 25 minuten om je aan te horen. Maar ik denk voor de geest van het debat dat het misschien wel interessanter is om volgende week gewoon alles op te nemen. Nog tussenkomsten? Collega Van Eetveld? Ja, ik begrijp natuurlijk wel, meneer de minister ook, want uiteindelijk, we bespreken hier de beleidsbrief. Iedereen weet ook dat er heel veel vragen komen en dat er dan toch misschien ook wel wat langer dan 12 uur kan doorgewerkt worden. Ik heb er geen problemen mee dat hier nog een half uur of 50 minuten zou doorgaan. Dus. Collega Klaas. Ik moet doorgaan omdat ik een afspraak heb. Ik zou liever hebben, en voor het debat is het toch beter dat we het volgende week doen, we hebben toch tijd volgende week. We hebben voorzien volgende week. En de stemming is ook volgende week. Dus we moeten er toch allemaal zijn. We hebben in de voormiddag dan werk en in de namiddag sociale economie. Mij lijkt dat toch het meest voor de hand liggend. Ik zal mij er direct bij neerleggen. Dus het zal wel volgende week zijn. Maar ik wil ook zeggen, het is veel makkelijker met de frisheid van de vragen in mijn hoofd om daarop te reageren, hè. Maar ik heb veel genoteerd, maar sommige vragen zal ik volgende week minder fris weten wat dat u juist hebt bedoeld. Want ik heb ongeveer 15 bladzijden geschreven, maar zelfs dan is dat in samenvatting. Maar ik zal het volgende week geven met de antwoorden die ik er nu heb bijgeschreven, hè, als de commissie dat voorstelt. Starten, minister, op de antwoorden op de vragen voor degenen die hier nog blijven. Misschien dat we. Ja, ik weet het niet, maar. Ja, we gaan. Ik deel de mening. We gaan het dan direct uitstellen tot volgende week, want. Ja, er zijn zoveel. Zo kunnen we niet werken. Hè. Ja. Er zijn zoveel overlappingen. Oké, dan zien we elkaar volgende week. Dank u wel voor uw talrijke aanwezigheid en vele vragen.